Nou ja, nee, laat ik eerst, oké, okay, laat ja. ik even beginnen bij, bij wat, ik, wat ik van jou geleerd heb. Wat leeft er nu in mij? Ik ben uh, excited, op een goede manier opgewonden, zeg je dat, positief geladen, uh, zin in. Uh, ik, ik, vind, ja, maar ik vind het dus ook wel spannend, een beetje, een beetje uh, nou, dat, ik, dat, ik, dat je toch denkt wat mensen vaak bij jou zullen hebben. Oh. Voelt hij nu dingen over mij? En zo ja, gaat hij het zeggen? En uh, dat. Dus ik neem dit waar. En uh, ja. Nee, ja. Ik heb het al van het begin af aan. De later. Ik, hoef, ik hoef niet echt iets er te laten zijn. Want ik heb dit al. Hoe zeg je dat? Ik ben hier oké okay mee. Dit is een beetje. Uh, dit is. Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> nee, maar ja. Dit is de basis van wat je doet. Nou ja, de basis en het einde en de samenvatting. Ja. Ja, dat is het bizarre ervan. Zo simpel. En dat is dus wat we allemaal kunnen doen. Wat leeft er nu in mij? Uh, neem dat waar en laat dat zo zijn. En is, is laten zijn, is dat hetzelfde als compassie eigenlijk? Dat, uh... Ja, voor mij wel. Ja. Ja, ja En ik uh, zeg er dan altijd eigenlijk nog bij. Dus het laten zijn, zonder het te willen veranderen. En eigenlijk dat laatste, dat is voor mij wat dan compassie eigenlijk echt definieert. Mm -hmm. Dat mm -hmm. mensen vaak dingen zoiets hebben van, nou kijk, ik laat het zijn, maar de onderliggende energie is dan ik wil dan wel graag dat het Ja. Veranderen. en dat ik noem dat dan fixen. Ja. Terwijl iets laten zijn zonder het zonder dat het hoeft te veranderen en dat je dus eigenlijk echt bereid bent om elke mogelijke uitkomst te aanvaarden met gelijkwaardigheid. Ja, ja ja Dat is compassie. Ja, maar dan zijn we gelijk even bij iets waar ik vaak aan moet denken de laatste tijd, omdat ik ik voel heel erg wat je zegt, maar tegelijkertijd heb ik ergens ook het gevoel, oh, maar haalt dat nu mijn hele koekeroe concept onderuit? Omdat, kijk, Koekeroe, de naam heb ik zelf bedacht, gaat over de guru die in ons zit. Het, het is allemaal al goed. Of ja, zo. ja, maar, uh, nou ja, je, we zien hier allemaal boeken. Uh, ik, uh, ik ben bezig. Ik vind het ook leuk. En, en het is zeker niet zo dat ik mezelf veroordeel. Daar ben ik wel een beetje voorbij, of probeer ik voorbij te zijn. Maar het is wel vanuit een behoefte om een beter mens te worden, which is niet laten zijn. Uh, ja, toch wel. Oké. Okay. Ja, toch wel. En dat komt een beetje omdat wat, wat de mind doet, tenminste, dat noem ik dan. Ja, ja, ja. Even, die vertaalt eigenlijk dat hele concept van compassie en laten zijn zonder te willen veranderen als onverschilligheid. Ja. Alsof je niks meer wil. Ja. Alsof, nee, ja, 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 uh, alsof je niet meer in actie komt. Alsof je geen beslissingen meer neemt. Geen helderheid hebt. Of geen voorkeuren. En het grappige, en dat is het paradoxale daaraan, dat als je iets waarneemt en helemaal laat zijn. En je jezelf dus op die manier als het ware stript van al die valse dingen, overtuigingen, gedachten, mm -hmm. die je allemaal niet bent. Wat er dan overblijft is een hele unieke giel. Echt een unieke blauwdruk. En van daaruit ga je dan dingen doen. En als je dan op basis van die blauwdruk merkt van joh, ik vind het gewoon vet gaaf om te lezen, om radio te maken. Ja, om, ja, ja, ja. dan kom je dus vanuit een plek van authenticiteit. En dat is het grote verschil. Ja. Dus het ja. wil niet zeggen dat je nee. nooit meer iets doet. Juist nee, wel. Nee, want je wordt juist zeg maar, unieker dan ooit tevoren. Mm -hmm. Nee, nee, ik bedenk me net ook, laten zijn betekent niet dat het niet verandert. Want ja, alles verandert gewoon altijd. Ja, dat is het. Ja. En het verandert juist. Nou, ja, je had het net over de natuur. Het verandert juist op de meest natuurlijke manier. En dan hebben dingen gewoon hun natuurlijke timing. Maar dan gaat het ook weer verder. Terwijl, ja. juist door hoe wij vaak mee omgaan, doordat we dingen vastzetten. Dat je zo persoonlijk nemen, dan duurt het allemaal zo lang. Ja. Dat zit in de weg. Even voor de duidelijkheid voor de mensen die geen titels kijken. Nou, dat lijkt me heel gek. Je hebt toch op play gedrukt, maar goed. Uh, we hebben hier Juno Burger. Uh, wat is, uh, welke heb je het liefste op je visitekaartje? Uh, energy clearer? Uh, energetisch heler? Energetisch therapeut? Nou, de eerste dan, als ik moet kiezen. Energy clearer. Ja. Clearing, dat is wat je doet. Ja, dat ja. komt het dichtst in de buurt. En uh, nou ja, dat doe jij dus ook met alles wat energie is. En alles is energie. Ja. En uh, jij doet het dus ook met plekken. Ruimtes. Ja. Met ruimtes. Ja, en, en ik heb al van tevoren uh, uh, nou ja, toch even ge gezegd: van, nou, ik zou het wel vet vinden. Als je dat met de ruimte, ja, als je dat doet met deze plek hier, wat ja. mijn huis is. Ja. En wat, uh, nou ja, als je zit te kijken, heb je daar niet echt een beeld van. je ziet, hooguit wat vage muurschilderingen. Ja, we zitten in een uh, kapel. En ja, laat ik het er gewoon ook zeggen: want uh, dat is niet uh, dat is voor informatie, die kan je ook lezen op de gevel, zeg maar. Dit is een, uh, een inrichting geweest voor meisjes. Uh, waarvan dit dus de kapel was. Ik heb me daar van tevoren best wel. Uh, dat ik dacht van ja, maar dan als ze hier dan zouden moeten zitten, dan is dat best. Kijk, je ziet dat zien de kijkers niet, maar je ziet daar nog. dat waren dan zeg maar de doorkijkramen. voor de rest van deze school of inrichting, moet ik eigenlijk zeggen. Yeah. Uh, ik heb er nooit, terwijl ik best wel. Iemand ben die met bepaalde ruimtes een soort oeh, cringy gevoel kan hebben, mm. en ik heb jou wel eens horen zeggen, en dat kennen we allemaal. Als je in een ruimte komt waar net een ruzie geweest uh, is, je voelt het gewoon. Ja, je kan dus, de lucht echt snijden. Ja, ja. Dus, die, dus, dus ik ben, ik ben, ik geloof, uh, ja, dat is niet een kwestie van geloven, dat is gewoon uh, energie is er. Ja. Maar ik heb hier nooit gelukkig uh, allemaal enge dingen gevoeld, terwijl <laughs> ik wel denk van, nou, er zou hier toch wel het een en ander gebeurd zijn dat lijkt me wel, ja. Lijkt me wel. Als je op de gegeven kijkt en je ziet hoe oud het pand is, dan, ja. dan weet je al genoeg toch? Ja. Een paar honderd jaar. Ja. Misschien is het gekleerd of nou ja, dat ja. weet ik dus niet. Wat, wat, wat? Dat zou kunnen? Ja, weet je, um... ik weet ook niet hoe je te werk gaat. Dan jij komt binnen en had al iets of, of jij zegt me eigenlijk net op het moment dat ik dat appje stuurde, En ja, van ja. Zou, je, zou je het leuk vinden om dat ook. Eigenlijk daarvoor al, toen je je adres stuurde. Oké, okay, top. Waar spreek je af? Oké, okay, hier. Als ik dan naar het adres kijk, dan is het voor mij hetzelfde als dat ik in die ruimte sta. Ja, en dat ja, komt ja. omdat je, als je met energie werkt, dan maak je eigenlijk gebruik van het veld. Het ja. quantumveld, het zero point field. En in dat veld is alle informatie over een persoon, een plek, een situatie, ja. alle tijden. Is maar misschien. even voor mijn idee: dat, we hebben het natuurlijk niet over een beeld. Het is niet dat jij ineens een in Google Maps in je hoofd zit en, en deze nee, plek. Nee, het nee. gaat puur over energie, over gevoel. Ja, soms ook beeld hoor. Okay. Dat kan beeld zijn van een bepaalde tijd. Op een. Ja, 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 maar okay. dit is gewoon een gevoel dan, zeg maar. Ja. En een deel van dat gevoel is herkenning, omdat ik dit natuurlijk al zo vaak heb gevoeld. Dus weet je, stel dat je duizend keer op een plek hebt gestaan waar iemand zelfmoord heeft gepleegd. Ja, dan, dan is dat een bepaald gevoel en op een gegeven moment herken je dat. Ja. En dat zijn allemaal unieke frequenties. Dus door naar zo'n adres te kijken, is dat eigenlijk de ingang naar dit huis, energetisch. Ja. En dan is er dus heel veel informatie over ja. deze plek gewoon beschikbaar. Ja. Nou ja, voor mij dat is dat dan een soort mijn bedrading. Ja. Plus ervaring van het heel vaak voelen. Dat je weet van, oké, okay, dit is er aan de hand, dat is aan de hand. Nou ja, dat, dat is er dan uh, gewoon. Uh, je maakt me echt nieuwsgierig. <laughs> wat, wat, wat voor gevoel kreeg jij bij dat adres nou, en nu je er bent ook? Um, nou, dus de, voor mij voelt het zwaar. Oké. Okay. Ja, en, en zwaarte daarmee bedoel ik uh, stagnatie. Dus als je het hebt over energie, ik maak mm -hmm. dat vaak met water, dat is gewoon iets wat stroomt. Ja. Chi of levensenergie, ja. hoe je dat ook noemt. Dat kan dus net als water stromen. Jij noemt het onderstroom, vind ik wel mooi. Toch? Of ja, is wat anders? Ja, ja, dat is dan weer eigenlijk. Oh. De source waar alles van gemaakt oh, is. Okay, okay. <laughs> dat is het leven, zeg maar. Gewoon. Ja, precies. Oh, oké, okay, oké. Okay. Ja, en daar hoort dit natuurlijk ook bij. Ja. Maar Chinezen zeggen dat elk huis een Qi-flow heeft. Dus een instroom van levensenergie die je huis vitaliseert en tot rust brengt en uitbalanceert. Dat doet de natuur eigenlijk. Wat jij net ook al zei, ja. ook, dat is waarom ze gek zijn op de natuur. Omdat de natuur omarmt. Ja. En. Um, door allerlei redenen kan die chi dus in zo'n huis gestagneerd raken. En dat heeft dus te maken met plekken waar dingen gebeuren. Dus weet je, bijvoorbeeld een, een typische plek in een huis waar iets misgaat is een slaapkamer. En dat komt gewoon puur omdat je op zo'n plek uh, veel uren doorbrengt, je droomt, je slaapt, je verwerkt, in een relatie werk je met elkaar dingen uit. Dus daar yeah. laat je dan een hele hoop spanning achter. Die spanning blijft zitten. En die spanning die blijft zitten is eigenlijk net als stress in je lijf, die zorgt ervoor dat die chi, die levensenergie, uh, trager wordt, zwakker, okay. meer gestagneerd. Dus er ontstaat dan een soort tekort aan levensenergie, aan flow, aan chi in een huis. En dat merk je met je eigen lichaam dus op. Dus je hebt altijd de energie van het huis. En jij als bewoner hier. En jouw eigen energielichaam van jouw. Ja, want dat lichaam, communiceert met elkaar. Dat ja, is, dat communiceert uh, ja, en dat ja, wisselt uit. Ja, ja. Ja, en, ja, ja. en jouw lichaam past zich aan aan de energie van het huis. Maar goed, stagnatie, je word ik niet echt blij van. Nee, dus. Dat is, dan moet je wat aan doen natuurlijk. En maar, ja. en, 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 en... maar dat was nog niet alles. Kid. Nee, nou, nee dus dat voel je. Dus er is, maar dat is vooral omdat er veel is gebeurd, maar ook omdat het. Hoe staat het stil dan? Of nou, is het gewoon te veel? Of? Nee, het is dus. Er het, het, gebeuren dingen en door hoe mensen met gebeurtenissen omgaan. Dus in dit pand dan, zeg maar. Uh, ja. in een paar honderd jaar tijd. Maar ook nog eens een keer met een hele specifieke functie. Want het was natuurlijk een meisjesinternaat. Ja. Hoe ja, ja. noemde jij het gesticht? Gesticht, uh, gesticht. dat staat er echt letterlijk op. Ik bedoel, ja, ja. dat is niet mijn naam, nee, maar dat, nou ja. dat, dat staat er gewoon. Ses natuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, dus weet je, door hoe zo'n pand dan gebruikt is en, en wat daar gevoeld is en hoe daar geleefd is, blijven natuurlijk hele specifieke ja, delen van informatie achter. Ja. En uh, dus dat is wat er gebeurd is, maar hoe mensen daar dan mee omgaan, dat bepaalt dat er rondom die gebeurtenissen stress ontstaat. Spanning, zeg maar. maar echt letterlijk wat je als spanning voelt in ja. je lijf ook. En dat blijft achterin een ruimte. En dat zorgt ervoor dat die energie stagneert ja 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 nou ik zeg ja nou, je zie, mouwen, nee, nee. nee 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 ja nee. omdat omdat de mensen die hier bijvoorbeeld wonen nu die doen daar niks mee en dus nou, blijft die energie hangen ja precies nou ze doen er wel wat mee maar het probleem is dat de mensen die er wonen er meestal onbewust iets mee doen dus stel jij komt hier wonen en ja. in dit pand is enorm veel angst geweest ja. wat op zich logisch zou kunnen ja dan hangt die energie van angst of die spanning hangt hier jij komt hier wonen maar als jij niet bewust bent van het feit dat dat in een ruimte kan gebeuren... of je bent daar niet mee in contact, dan kom jij hier, hier leven... en jij pikt die energie op, bijvoorbeeld in een bepaalde kamer. Mm -hmm. Dan voelt jouw lichaam voelt die angst. Maar omdat je het niet herkent als iets van, uit de ruimte... dan denk je van, oh, ik voel angst in mijn lijf. Ja. Ik ben bang. Ja. Nou, en dan internaliseer je dus eigenlijk een gevoel wat buiten jezelf is... in je lichaam, en dan word jij bang. Ja. En doordat jij bang wordt, zeg maar, ga jij die angst afstralen op die ruimte... en wordt die bergangst in die ruimte nog groter. Ja. Dus als je dat over een paar honderd jaar doet. Jij vertelde ooit het verhaal van hier vlakbij, een huis in Aardehout. Waar een meisje van ah, zeven ja. op een kamer. Uh, nou ja, waarbij de ouders iets hadden van: wat is er ineens aan de hand? Dit meisje heeft zelfmoordneigingen. Uh, hebt, of dat had het over het beëindigen van het leven. Terwijl het gewoon een heel gelukkig, vrolijk meisje was. Ze wisten niet waar het vandaan kwam. Totdat jij kwam. Ja. En zonder dit verhaal te kennen. Uh, voelde jij in één keer van: Oh, uh, hier is iemand geweest met zelfmoordneigingen. En dat meisje had dus gewoon die energie overgenomen. Ja, ja ik, ik vind het waanzinnig. Zo letterlijk is dat. Ja, dus. ja. zo letterlijk is en dat. Dat is voor mensen natuurlijk ook. Hè? Ja. Als je iemand ontmoet en die, zegt, en die vraagt: Hoe gaat het? En die zegt: nou, Hij gaat goed, maar die is in de tussentijd onwijs boos. Je voelt het gewoon. Ja. Je, weet je, het is dus gewoon een energetische transmissie. Ja. Maar dat gebeurt in ruimtes dus ook. Nou ja, even voor duidelijkheid. Ik denk dat we het allemaal voelen, of dan die energie is er. Jij bent iemand die daar bewust van is, die daar gewoon, nou ja, ja je bent gewoon heel sensitief. Uh, en ik denk eigenlijk, maar dat is mijn aanname, dat ieder mens dat wel is, alleen wij weten het niet. Dat is het, ja. Ja, ja nee, dat is ook echt zo. Want je lichaam is per definitie gewoon een mega-antenne. Dus weet, je pikt de hele dag informatie op, alles ja. om je heen, en geeft ook feedback over hoe je daarop reageert. Alleen ja. het probleem is dat de meeste mensen zo slecht connected zijn met hun lijf, ja. dat ze die hele interactie gewoon totaal niet opmerken. Nee. En als ze het al opmerken, en dat heeft ook mee te, mee te maken dat wij hier in het Westen niet echt naar ruimtes kijken als levende dingen, zeg maar. Dus nee. in, in Azië bijvoorbeeld, als je daar een huis gaat bouwen, je koopt een stuk grond. Ja, dan gaat niemand iets doen voordat dat uh, figuur als ik ben langs hij nee, dat helemaal in kaart heeft gebracht. Ja. Omdat ze gewoon weten: van ja, dat stuk land dat leeft. Ja. En je wil niet je slaapkamer bouwen op een oude rituele offerplek of zo. Nee, nee, iets, nee, 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 nee. nee. Terwijl hier, ja, hier in het Westen, wij kijken naar een kaart en denken: hé, het je... is een stukje land rij, laten we daar een ja. beetje flat op plempen. En dan gaan we daar wonen. Maar ja, dan staat het op een oude begraafplaats. Maar hè? ga door even met... Uh, dit is puur voor mezelf interessant. Maar uh, de, de, deze plek heeft dus in ieder geval een hoop stagnerende energie. Ja. Maar er is dat, meer, zei jij. Ja, en ik voel overleden mensen. Oh. Ja. Dus dat, uh, en dat is ook niet raar. Omdat je... Uh, nou ja, weet je, in panden van een paar honderd jaar oud. Statistisch ja. overlijden mensen ja. natuurlijk. Weet je, en misschien zeker op zo'n plek als hier. Waar gewoon... Nou ja, ik, ik weet niet wat er gebeurd is. Maar het voelt het voelt wel echt alsof er aanwezigheid is en het hoeft niet per se alleen in jouw appartement te zijn. Want mm -hmm. de mensen die overlijden en blijven hangen, die kunnen ook bewegen. Ja, ja, ja. ja. Dus weet je, zo'n plek waar ik net over vertelde, waar iemand bijvoorbeeld verdriet voelt, dan dat verdriet is daar gevoeld en blijft daarachter. Uh, maar dat verplaatst niet. Dus dat nee. is in die ruimte dan extra heftig voelbaar. Maar zoiets als nou ja, iemand die overlijdt en blijft hangen, die kan ook bewegen door de ruimte en dat is ook de reden waarom mensen dan ook vaak aanwezigheid voelen. Die zoiets hebben van, oh, het is net alsof er iemand is. Mm -hmm. Allemaal dingen uit je ooghoeken wegschieten, weet je wel? Of je voelt zo'n koude vlaag langs je heen. Gaan. Ja. Ik weet niet of je het wel eens hebt. Ja, 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 ja. Ik, uh, ja. Maar als je dat dus hebt, want jij zegt van, ja, ik, ik, ik heb er niet zo'n last van. Maar dat, dat soort signalen. Die Denk je... ik. Maar ik bedoel, als er iemand niet zo goed in verbinding staat met zichzelf, zeg je heel eerlijk. Dat is een rode draad in deze hele Kookaroo-serie. Dan ben ik het wel. Dus ik ben wel de laatste die dit goed kan lezen, als ik eerlijk ben. Aangezien ja. ik mezelf nog niet eens lekker. Uh, lees. Nee, maar dat heeft wel meer te maken met de duiding. Maar het feit dat je het waarneemt. Ja. Weet je, dus als ik zou zeggen van, waar heb je dit wel Is Dat is eigenlijk tik de box dat je geestenergie hebt ja. in een huis. Alleen. Als je dus niet weet van, oh, dit zijn de signalen waardoor je dat weet, dan denk je ook van, nou ja, dat uh, was toch de uitpand. Ja, ja, zo, ja. Gebeeld ja, ja. het me, weet je wel. Terwijl eigenlijk dat zijn precies de dingen waar je dus op een gegeven moment weet van, oh, oké, okay, daar is iets. Ja. En, nou ja, en? Nee, nee maar goed, het, het interessante is dus dat ook die uh, overleden mensen dus een effect hebben, een stagnerend effect op de ruimte. Maar het heeft een aantal hele unieke eigenschappen en dat is namelijk net als met levende mensen, dat ze ook allerlei emoties meenemen van het moment van overlijden. Dus het kan zijn dat je zo iemand in huis hebt en dat die energie heel boos voelt of heel verdrietig. En dan voel je dat. En dan, ja, net als met een levend persoon, dan pik je dat op. Ja. En dan reageer je ook op. Oké, okay. <laughs> nou daar woon ik dan, gezellig. Lekker Giel. Maar is het dan zo, uh, want dan ben ik wel benieuwd. Als ik het goed begrijp, uh, dan is het niet dat jij hier uh, met een vaag soort uh, stokje door het huis gaat lopen. Nee. Alleen al het feit. Dat jij dit hè, waar we mee begonnen, hè, uh, het waarneemt en het er laat zijn, ja. en dat doe jij met jouw energie versus de energie die hier in het huis is. Ja. Dat zit. Ja. ja, dus als ik me daarmee verbind met die energie, ja. dus de, kijk, je bent altijd dat, dat principe van het onderliggende enige Dat bepaalt natuurlijk dat eigenlijk altijd alles met elkaar verbonden is. Ja. Dus jij bent ook al lang met die energie verbonden. Ja. Nee, want je e kan niet uitzetten dat je aan het zenden bent. Wij zijn altijd aan het zenden. En ook aan het ontvangen. Ja. Tegelijkertijd. Ja, Weet je? Dus ja. Dat, dat is er gewoon. Ja. Maar op een vreemde manier lijkt het, er, of lijkt het zo te zijn... dat om dit, dit soort energieën te kunnen ontladen... is er dus een fysiek lichaam nodig. Dus er moet mm -hmm. een levend persoon zijn... die daar een verbinding mee maakt. En je moet dus aan de ene kant... de bewuste connectie waarnemen. Ja. En in die connectie moet je dus ook... Die compassie kunnen zijn. Ja, ja, je moet het wel echt even doorvoelen. Je kan het niet faken. Nee, 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 nee. Dus als ik, weet je, stel dat ik onwijs bang zou zijn daarvoor. En ik zou daarmee connecten. En ik denk, oh my god, weet je, dit is echt onwijs scary. Maar ik denk wel van, oh nee, nee. Ik moet zen zijn, weet je, omarmen, ja, omarmen, omarmen, ja, ja. omarmen. Dan werkt het niet. Dus je moet echt op celniveau, zeg maar, die, die energie helemaal kunnen voelen. Wat natuurlijk best wel direct is en rauw oh. en intens. En niet per se een leuk gevoel. Maar terwijl je het voelt, moet je ook nog je ergens realiseren. van oh ja, dit is gewoon wat er nu gebeurt. Ik kan dit helemaal laten zijn. En dan werkt je lichaam dus als een soort katalysator, een bliksemafleider. Ja. Die opgebouwde spanning om op ja. je heen. die ontlaat dan via je lichaam. Dat is hoe het werkt. Maar even voor mijn idee. Normaal gesproken zou je dan hier even in alle rust gaan zitten. Of is dit proces nu al aan de gang? Het is al aan de gang. Ja. Dus ik moet eigenlijk eerder mijn best doen om het niet te doen. Ja, ja, omdat, ja. Kijk, weet je. kom ergens binnen. dat is een soort beroepsdeformatie lees de energie, maar ja. omdat er ook geen weerstand is, omdat ik het natuurlijk al zo vaak heb omarmd, zeg maar, en dus in mij, als ik dat soort dingen voel, gaat er bij mij geen trigger af. Nee. Ik vind het niet eng, ik veroordeel het niet, het is niet goed of slecht, het is gewoon wat er dan op dat moment is. Dus dat zorgt ervoor. En dat geldt eigenlijk voor iedereen. Als jij ergens binnenkomt, op basis van wie jij bent, energetisch, herstel jij harmonie en balans in die ruimte. Dus het is altijd de. Ja, herstel, verstoor, hoe je het ook. We uh, kan. Dus ook, het ook. Ja. dus twee kanten op. Ja. Dus het is een symbiotische relatie. Ja. Dus je wordt aan de ene kant als mens, jij hier als bewoner in dit huis, ja. beïnvloed door de energie van het huis. Maar door wie jij bent, dus jouw liefdevolle, harmonieuze, ja. gebalanceerde staat of interne staat van conflict, die zie je ook weer direct terug in het huis. Ja. Dus dat komt bij elkaar en dat creëert een soort balans. Ja. En dat zorgt er dan ook voor dat als. Er bepaalde dingen in je huis zijn die buiten jouw comfortzone liggen, dus die je niet kan omarmen of niet kan waarnemen, kan jij ze niet kleren. Maar nee. iemand anders die daar anders op reageert, die kan dat dan weer wel. Ja, 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 ja. Dus het gekke is, er ontstaat dus ook in jouw geval, in jouw huis, als de energie verstoord is, pas jij je aan en dan ontstaat er een situatie van balans. Maar die is in onbalans. En tegelijkertijd ervaar je dat dan toch als van, ja, dit, dit, is, wat het is, dit is relaxed, ja. Want ja. ik ken dit. Snap je? Ja, ja, ja. En dat is dus wat ik vaak meemaak als ik dan een huis kleer, dat mensen daarna zeggen van zo, oké, okay, onwijs verschil. Terwijl daarvoor hadden ze nergens last van, dachten ze. Ja. En dan achteraf wordt pas duidelijk van zo, ik had er echt wel last van, want ik vaat nu veel beter of nou, weet je, dat soort dingen. Dus het heeft ermee te maken hoe je het opmerkt. Ik denk dat jij een graag gezien gast bent, gewoon nodig nodig juno bij je thuis. Ja, 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 ja. Tijn uh, zijn grap altijd. Ja? Want ik nodig juno uit voor een tijdje en is mijn huis weer gekleerd. Ja, <laughs> ja, <laughs> ja precies. Ja, want je kan. Ja, je, kan het, ja. je kan het wel. Um, hoe zeg je dat? Je, je hebt wel toch een soort van volumeknopjes zou ik maar zeggen. Ja, of niet? Ik doe niet. Ja, maar ik doe het. Uitzetten kan niet echt. Maar, nee, maar je kan er wel. Je bedoel, anders, ja, het is ja. meer als ik er geen zin in heb. Ja. Dat is het meer. Weet je? Uh, maar het is niet dat ik het heel hard tegengehouden. houden. Want ja, het is ook gewoon wie ik ben. Ja, maar goed, dat, dat is, vind ik toch even leuk om dan even naar, de, naar het begin te gaan. Of althans, nou ja, je hebt het dus altijd gehad. Er, daar word je mee geboren. Uh, en nou ja, nog, toch nog even daarop terugkomen. Denk jij dat iedereen zo geboren wordt? Maar dat we allemaal missen de, om dat te. Ja, ik denk dat er een paar dingen zijn die daarmee te maken hebben. Ik denk dat je als kind, of laat ik het zo zeggen, de, wat mijn conclusie is, wat je ervoor nodig hebt om dit te doen, hè, dus bewustzijn en compassie, ja. dat is iets wat we allemaal hebben. Ja. Want we hebben bewustzijn en we hebben compassie voor hart. Godzijdank. Ja. Ja. Um, ik, er is een enorm spectrum aan hoe je dingen waarneemt. Dus je hebt mensen die mega visueel sensitief zijn, want je die zien gewoon ja. beelden, films, whatever. Je hebt mensen die uh, helderhorend zijn. Ja, ja, ja. Uh, de moeder van een van mijn beste vrienden, die was helder ruikend. die kwam ergens binnen en die rook een bepaalde geur en dan wisten ze dat er gewoon iemand dood ging binnen 24 uur. Dat oh, wow, ja. is altijd waar, weet je? Ja, ja, ben je ja, niet ja. blij mee natuurlijk? Nee. <laughs> dat is gewoon je bedrading die dan zo in de ja. zit. Uh, en, dus je kan het gewoon ja je, je, de een, nou, net als met de rest van ons lichaam en 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 de ene is dus, wat meer ontwikkeld ja dat en, en anderzijds uh, ga je weet je dat is dan wat meer esoterisch bekeken is dat je natuurlijk als mens eigenlijk vanuit de eenheid komt zou ja. je kunnen zeggen en dan heb, is alles nog open ja. en Dan de weg in je leven word je eigenlijk ga je steeds meer uit de eenheid ga je steeds meer de dualiteit in maar dat zorgt er ook voor dat je ja weet je de bandbreedte van je zintuigen begrensd worden dus dat je niet meer zo voelt van alles is één. Of, nou ja, weet je, je gaat eigenlijk in het menselijke verhaal. En dat zorgt er heel vaak voor dat mensen in de loop van hun leven steeds minder sensitief worden. Voor ja, moment. want als jij zegt in het menselijke verhaal. dan zitten we gewoon weer even lekker in ons hoofd. Of ik zeg lekker, maar eigenlijk is het dus vreselijk. Uh, dat bedoel je toch met het menselijke verhaal, of niet? Ja, dat, dat is één aspect ervan. Ik bedoel met het menselijk verhaal dat je echt in de mind gaat in de dualiteit. Dus ja. in de tegenstellingen waar alles gepolariseerd is. Weet je, waar je ook met name eigenlijk voelt dat je gewoon los bent van het leven. Dus ja. je, je bent eigenlijk uit okay. de eenheid. In de ja, 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 ja. En dat vind ik ook zo mooi wat boeddhisten zeggen, dat die zeggen van nou ja, eigenlijk de, de begin van alle ellende is ons gevoel van afgescheiden zijn. Ja. Van het leven van elkaar. En dat is ook de reden waarom we nou ja, elkaar, maar ook onszelf gewoon, en de natuur uh, al die dingen kunnen aandoen, omdat we gewoon niet meer voelen dat we ermee verbonden zijn. Dat is gewoon de basis van alle dingen. Dus dat speelt ook mee in je reis naar dat je daar eigenlijk steeds minder mee connected bent. Mm -hmm. uh, maar gaandeweg zie je toch ook weer dat mensen toch weer gaan zoeken dan naar die eenheid. Ja. De spirituele zoektocht begint ook weer ergens. Ja. Maar voor mij was het eigenlijk meer omgekeerd. Dat ik gewoon met die bedrading gewoon klonk hier was. Nou, is ja. ermee, weet je maar. In een context. Wist niet wat je ermee moest. Totaal uh, uh, niet. Ouders uh, uh, niet, school niet, nee. weet je wel. Dus dat was eigenlijk alleen maar heftig. Van een enorme instroom van informatie. Maar ja, niet de leeftijd of volwassenheid, de skills, de kennis. Om daar iets mee te doen. En toen, werd, toen was je een jaartje van 28. En toen kwam daar wel een soort onbekeer, als ik het ja, zo mag zeggen. Ja, dat was echt een wake-up call. Dat en was... wat, wat, in, in wat voor een fase was je? En wat heb je aangegrepen om... Nou ja, eigenlijk, dit wat je nu vertelt, om die kennis te Ja, nou, ik zat, ik zat in een fase waarbij ik uh, gestudeerd had. en gewoon echt een mega dikke, vette corporate baan had met een Lisa. Ja, precies. <laughs> echt heel grappig. Ja. Uh, en ik dacht dus echt serieus dat ik aan de buitenkant gewoon lekker bezig was. Ja. Want, nou ja, dat was mijn idee toen de tijd. Van, maar had je, keek je een beetje nou naar ja. binnen? Of, uh, nou, of was je er niet er eens. Er waren eens... wel een paar dingen die gewoon niet klopten. Nee. Maar het komt eigenlijk omdat. Toen ik jong was, mijn overlevingsstrategie gewoon om om te gaan met die heftigheid van voelen, is gewoon geweest van ik doe gewoon net alsof het niet is. Ja, ja gewoon ophaalbrug op, omhoog. Ja, ik, ik doe gewoon net alsof dit er niet is. Ja. Dus dat is een soort overlevingsstrategie. En daar, ja, weet je, daar kan je heel praktisch mee omgaan, maar ja. ergens van binnenuit. Die bedrading was niet weg. Alleen, nee. je, ja, je doet gewoon iets anders waardoor je er niet mee connect. Uh, mijn mazzel is dus geweest dat mijn omgeving letterlijk over mij begon te klagen. Gast, je lijkt wel een koelkast. Het is gewoon geen verbinding met jou te maken, ja, geen connectie. Ja, ja. Um, en dat was ook echt zo, door dat afsluiten mm. van de postverbinding. En dat was mijn wake-up call zo rond mijn 28 En wat jaar. ging je doen toen? Nou, toen ben ik dus samen met een vriend bij een hele oude uh, geweldige Indische dame in Den Haag een reiki-cursus gaan doen. Okay. <laughs> en toen kan ik me dus echt nog herinneren, dat was gewoon echt de start van dit hele verhaal, dat ik mijn handen op iemand legde en echt gewoon het gevoel had alsof ik mijn vingers in stopcontact zou starten. Ja, en, uh, ja, ja. helemaal aangelijk. En dat was dus ook de. De realisatie van, oh ja, dit is gewoon nog steeds daar en nog steeds aan en alive, maar gewoon helemaal nooit gebruikt. Nee. En dat was dus opeens weer zo van, oh ja, oké, okay, dit, ik ken dit, weet je. Ja. Maar, dit is gewoon wie ik ben. Nou ja, en dat Want degene, is, die voelde, degene die daar lag, die voelde ook niet, ja, zeg ja, maar. Ja, precies. Heel duidelijk, ja. Dus dat was voor mij een soort, oké, okay, dit is hem. Lijkt me ook overweldigend. Het lijkt me fijn omdat je een soort van thuis komt, maar het lijkt me ook van een beetje, ja. Even groot gezegd, wat moet ik met deze kracht of deze know-how? Ja, of... maar mijn leven is dan zo dat als ik dat soort dingen weet, dan is het ook gelijk, oké, okay, dit wordt afgesloten en ik ga dit doen. Dat, heeft dat was dus een herkenning van purpose. Ja. Oh ja. Precies. Dit is een beetje. Baan opgezegd. Ja, letterlijk. Lekker. Ja, helemaal goed. Ja. En toen ben ik uh, met een paar gasten de eerste smartshop uh, gestart. Oké. Okay. Conscious Dreams ja. in Amsterdam. Oh, wow. Dus toen heb ik vijf jaar lang in de, nou ja, de plantmedicine gezeten. Ja. Ja. Dus dat was ook natuurlijk ja, dat is natuurlijk ook echt de bewustzijnsverruiming. Conscious dreams, man, ik ben er nog wel geweest hoor. Ja, uh, wie niet? Ja. <laughs> ja. Dus dat is Oh, wat uh, grappig. Ja. Dus dat was super mooi om met die jongens daar gewoon een, een begin aan, aan te geven. Maar dat ik denk dan even kort door de bocht, uh, want ik, nou, de de, 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 alles is één, dat gevoel, waarvan ja. ik altijd wel heb geweten dat het zo is. Ergens, maar dat niet echt goed kunnen, ja, niet echt helemaal kunnen doorvoelen, zeg maar. Dat is iets wat ik bijvoorbeeld met een, uh, nou, ik heb één keer ayahuasca gebruikt en da dan, ja, wauw, ineens weet je echt van ja, natuurlijk. En ja. vanaf dat moment uh, kijk je ook anders naar de natuur en zo. Ja, dat is gewoon zo. Dat is dat is vind ik zo mooi van plantmedicijnen dat die je daar gelijk aan herinneren. Maar je hebt ook de ervaring. het ja, ja, is ja, ja, niet ja. alleen het concept, nee. wat natuurlijk een heel mooi concept is, maar het is ook gewoon echt het gevoel en van, oh ja, weet je wel. Maar ik kan me zo voorstellen. Ja, dat is misschien een uh, aanname dat jij dat niet nodig hebt. Uh, nee, maar ik zie het ook niet. Het, was voor, het is voor mij ook niet zozeer iets van wat ik nodig heb, maar het is meer support. Ja, precies. Weet je, het is meer connectie met thuis ofzo. Ja. Omdat je gewoon weer even, weet je, je, je zintuigen bereiken is natuurlijk enorm ja. vergroot. Ja. Je voelt echt weer, nou ja, die connectie. Ja. Weet je wel, dus het, het, ja, het is. Is het iets wat je nog af en toe doet? Ja, ja, af ja. en toe. Ja, ik heb dus in die periode, dat is natuurlijk echt al lang geleden, heel veel gedaan. In die, in die jaren, toen ben ik echt gestopt, omdat ik zoveel ceremonies had gedaan dat ik echt dacht van nou, integratie, weet je wel, is ja, ja, ja. belangrijk dat je er wat, wat mee doet. En toen heb ik, nou ik denk, heel lang niet gedaan, twintig jaar of zo. En toen gingen een paar vrienden van mij voor de eerste keer en die hadden zoiets van: oh ja, jij hebt het heel vaak gedaan, jij moet mee. Uh, maar toen was ik natuurlijk zelf ook weer een heel ander persoon dan daarvoor. Dus het was heel ja. mooi om na twintig jaar weer de eerste ayahuasca ceremonie te doen. En dan echt te voelen van, wauw, ja, echt alles wat ik nu over het leven denk en hoe ik dingen zie, ja. dat klopt. Weet je wel, dat is echt helemaal in lijn met wat die plant liet zien. En heb jij uh, het ook, uh, hè? want de, 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 de omkeer kwam bij 25, dus daar zit even los van je echte jeugd ook nog, nou ja, laat ik zeggen van 18 tot 25 bij. Heb je in die tijd, dit is een beetje projectie hoor, uh, veel uh, gebloot en zo? Of, of juist een beetje omdat. Uh, Daarvoor? Ja. Nee. Nee, okay. nee, nee, dat was helemaal niet mijn ding. Nee. nee. Ik was sowieso niet echt op die manier. Maar, maar ook van. dus niet drinken? Weinig. Maar niet echt. Uh, nee, dat, dat was gewoon niet mijn ding. Of nee. Nog steeds niet hoor. Alcohol, ik ben niet echt fan of zo. Maar nee. ik, ben, ik ben echt van de plantmedicijn. Ja. ja. Dus ik heb echt wel alles geprobeerd. Maar dat, dat vind ik echt het meest interessante. Omdat. Weet je, dat heeft voor mij te maken met bewustzijn. Dus ik bedoel, ik ja, heb nee, ook nee. andere dingen geprobeerd en is hartstikke leuk. Maar ja. er zit geen kontjes nee, in. Nee, het terwijl... gaat niet over verbinding met jezelf. Nee. nee, terwijl, weet je wel, of het naar paddenstoelen is of ayahuasca of cactus. Of Welke, wat, wat raad je me aan? Want ik heb echt alleen uh, ayahuasca <laughs> gedaan. Nee, ik heb één keer, ik moet eerlijk zeggen, dat vond ik een mm, wat minder ervaring. Omdat het bij mij toch een iets meer drugsachtige uitwerking had. Wat ik op zich grappig vond, maar dat was niet de reden. Dat was San Pedro heb ik dan gedaan. Nou ja. Maar gewoon, ik ben benieuwd. Om de, je klinkt wel als een ervaringsdeskundige. Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen, omdat, uh, kijk, voor mij is, is weet je, plantmedicijn gaat dus over de connectie met plant spirit. Ja. En, en elke plant, dus of het nou een paddenstoel is, of ayahuasca, of San Pedro, of Po, ja. of wat dan ook, zijn allemaal unieke teachers. Mm -hmm. Zo zie ik dat. En die ja, moeten ook ja. bij je passen. Ja. Dus het kan best zijn dat San Pedro, dat je denkt, nou dat was hem niet. Dat je bijvoorbeeld met paddenstoelen, dat je daar okay. helemaal denkt van ja, dit is hem. Ja, en dat ja, ja. heeft dus toch met een soort unieke versleuteling te maken. Ja, okay. Dus ja, ik zou ze gewoon allemaal proberen. Ja, precies. <laughs> Kijken wat je ervan vindt. Maar het mooie is van de natuur, even los van, van medicijnen. Uh, waar wij het net over hebben, met dat alles energie is. Uh, dat is dus, als ik het goed begrijp, ook precies de reden waarom je gewoon maar het beste vaak in de natuur kan zijn. Ja. Omdat, nou ja, wat jij als mens kan. En flauw gezegd, dat kan een boom ook. Ja, dat doet het natuurlijk ook. Ja. Dat heeft dus te maken met zelfbewustzijn. Dus weet je, die boom die staat daar... en die denkt niet van, oh, Giel komt langs. Nou, uh, gekke trui aan, weet je wel. <laughs> wij zullen spreken, dat weet je wel. is je bent gewoon wie je bent. Ja. Nou, wij als mensen, doordat wij natuurlijk juist... Dat, weet je, die connectie missen en ja. projecteren... is dat natuurlijk gewoon... Wij, kunnen dat. Nou, wij nee. kunnen dat wel, maar we weten gewoon niet hoe. Het nee, komt. maar dat betekent dus ook letterlijk... Hè, als ik uh, een energie van verdriet of uh, whatever op mij heb... Ja. Dan, dan zal een boom... die zal dat verstoren, zeg ik maar. Of in ieder geval, die zal dat in zich opnemen... of in ieder geval iets mee doen, moet ik ja. het zo zien? Ja, nou ja, kijk, ik denk dat niemand echt weet... hoe een boom nee. denkt of voelt. Dan nee. blijf ik altijd een beetje een dingetje vinden. Maar... het. het het lijkt er wel op alsof gewoon. Nou ja, het gebeurt gewoon. Ik, weet niet, ik wil ja, niet eens zeggen maar ik dat voel die boom. Dat ook. Ja, ja, ja. Het leeft gewoon. weet je En ik denk zeker dat de natuur uh, wel gewoon het vermogen heeft om dingen te ervaren. Maar omdat er dus geen judgment op zit. Nee. Weet je, of die boom die denkt niet van: oh, ik ben bang voor het verdriet van Giel. Nee. Weet je, het is gewoon iets wat. En dat Precies. Je, je ziet, dat is bij dieren ook zo. weet je? je ziet dat ook. En eigenlijk bij jonge kinderen ook. Ze ja. hebben een soort openness om het te ervaren. Maar ook een soort natuurlijke timing waarbij ze het gewoon voelen en gelijk ook weer kwijt zijn. Maar dat is het wat jij zegt, judgment. En dat is al snel de gedachten. Ja. Uh, ja. Dat, dat... Ja, nee, ik wil niet zeggen dat maakt onze mensen kapot, maar... Uh, zo vermoeiend. Ja. Maar het is zo complex, want het is niet alleen gedachten. Het heeft ook gewoon echt te maken met ervaringen. Dus als jij gewoon bepaalt, ja, ja, ja. Je hebt leuk te maken hebt gehad met, met geweld of zo, ik noem maar ja. iets. Weet je, dan is dat gewoon zo'n diepe programmering in jouw systeem. Die gewoon, als je daar niks mee doet, de rest van je leven bepaalt... dat jij gewoon, als er geweld is in jouw omgeving... Dat je op zo'n manier reageert. Dus dat ja. je een soort word If computer code. Ja, 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 dat zit gewoon erin gegraveerd. Dat is echt, ja, dat maar is... dat dan, dan zou het zelfs nog uh, kunnen zijn. Als ik jou zo hoor van wat je wel eens hoort. van uh, hè, omdat je gewoon toch weer voortkomt. dat je ouders die weer voortkomen ja, uit je. Dat wou ik net zeggen. Maar dat is zo. Ja. Complex dan dus dus dan weet je niet eens dat je. Nee, maar zo geschreven bent. Nee, dus het, het is uh, wat, wat er in je genetische informatie ja. besloten ligt. Nou, inmiddels zijn ze erachter dat dat echt gewoon laatste onderzoek is dat er veertien generaties aan informatie in je genetische informatie besloten ligt. Nou, ik denk dat niemand weet wat er veertien generaties gebeurd is in, in jouw nee. familie. Nee, nee. Precies, ja. En het bizarre is dus dat ze erachter zijn gekomen dat daar dus allemaal ja, latente ziektes, nou ja, kwaliteiten allemaal in opgeslagen liggen. maar dat je omgeving. En met name dus je fysieke omgeving bepaalt welke delen van de genetische informatie aangezet worden of uit. Dus want die genen leven natuurlijk in je lichaam. Ja. Als dat een zieke omgeving is in termen van voeding of wat dan ook, dan worden dus juist die ziektegenen ja. aangezet. Weet je wel zo. Nee, maar dat vind ik goed dat je het zegt, want anders voelt het ook een beetje met je kan er niks aan doen zo benen helemaal gebakken. Dat is niet helemaal waar, want als je dus inderdaad nou ja, gewoon de classics, goed slaapt, goed eet uh, ja, dan kan je wel in ieder geval de positieve dingen meer licht dat helpt, geven. Dat helpt enorm. Ja. Ja, de basics zijn inderdaad heel belangrijk. En dan heb je naast dat hele genetische verhaal heb je inderdaad uh, je familielijnen. Dus nou, dat is natuurlijk eigenlijk een beetje wat naar voren komt. Je familieopstellingen. Doen. Ja, ja, ja. Fascinerend. Ja, heel. Veel. Uh, en dan heb je zeg maar uh, vorige levens. Weet je, dat is natuurlijk weer een ander verhaal. En dan je jeugd. En dan dat ja. komt allemaal bij elkaar. En dan heb je dus ergens last van. En hoe ga je dan in godsnaam uitzoeken waar dat vandaan komt? dat ja. nee, Is niet te doen natuurlijk. Nee. En het leuke van de, vind ik het fijne en het leuke van deze manier van leven zoals ik dat dan doe, is dat je dat verhaal dus niet hoeft te weten om er iets mee te kunnen. Juist niet. Je hoeft niet te weten nee. Uh, why. Nee, dus als jij angst voelt ah, in je ja. lijf, dan hoef je dus niet uit te gaan zoeken van, oh, waar komt die angst vandaan of ja. van wie is het en wie ze schuld is het. Want eigenlijk wat er van je gevraagd wordt, van Giel, hallo, ja. er wordt gewoon angst gevoeld. Kan je ja. dit even erkennen? Ja, daar gaat het. Bottom line ja. is dat wat alles in het leven wil is erkenning. Ja. Ja. Maar dat vind ik een mooie, maar dat is en ik snap het, omdat het gewoon een soort duidelijkheid geeft en een soort verklaring. Mensen zijn natuurlijk heel erg bezig met waarom. Alleen maar. Ja. Alleen maar. Maar dat is dus, dat is waar, wat zo onwijs afleidt. En in die zoektocht gaat zoveel energie ja. Ik noem dat de zoeker. Ja. En die heeft dus een bepaald belang, zeg maar, om dat verhaal in stand te houden. En de belofte van dat verhaal, van dat zoeken, is dus dat als je uiteindelijk helemaal hebt uitgedokterd wat er met je aan de hand is, dat je iets kan doen om dat te fixen. En dat fixen is dan van nou, zo snel mogelijk hiervan af, Want dit is heel aan relaxed. Ja. Of zo lang mogelijk vasthouden. Want dit is een heel fijn gevoel. Ja. Maar het is eigenlijk allebei een probleem. Alle twee verkramping. Het is allebei mm, ja. vasthouden of bijdragen. Ja. Terwijl, ja. weet je wat er eigenlijk van je gevraagd wordt. van Ervaar het nou gewoon. Want je hele systeem is gewoon gemaakt om iets te ervaren. En je bent ook echt uitgeruimd. Je hebt alle ja. innerlijke technologie om dat te doen. En dat is zo bijzonder. En dat is ook onderzocht en, uh, en aangetoond. Dat op het moment dat je dus een ervaring hebt. En je hebt die ervaring helemaal bewust. En terwijl je hem ervaart Um, kan je hem ook helemaal laten zijn. Dus je ja. realiseert je dat wat je op dat moment ervaart... dat dat niet is wie je bent. Het is niet wat je hebt. Het is gewoon iets wat je op dat moment ervaart via de zintuigen. Dat het lichaam anderhalve minuut nodig heeft... om die hele fysiologische reactie van wat je op dat moment ervaart... gelijk helemaal kwijt. En klaar, ja. Dat was het. Ja. Anderhalve minuut, 90 seconden. Ja. En dan is er niks meer in, jou in jouw lichaam te zien... dat jij bijvoorbeeld angst hebt gevoeld. Nee. En in de controlegroep van dat onderzoek... hebben ze dus gewoon nou, hetzelfde setup... Maar die mensen hebben ze dus gezegd: van ja, alles wat je ervaart, dat gaat misschien over jou. En je moet misschien wat mee doen. En even oppassen als je oversteekt straks. En onder je bed kijken. En bij die mensen zagen ze dezelfde reacties. Ja. Maar die waren niet binnen 90 seconden klaar. Nee, want doordat nee. ze het persoonlijk namen, ja. helemaal in het verhaal gingen. dat ja. je, gingen proberen te begrijpen, gingen proberen te controleren. bleven ze dus maar dat toxische effect in hun ja. lichaam verlengen, verlengen, verlengen. Precies. Verlengen. Dus dat is zo opzienbarend dat de, de conclusie eigenlijk was: van joh, je hebt geen last van wat je ervaart. Je nee. hebt last van hoe je ermee omgaat. Ja. Maar dat gaat dus totaal onbewust. Ik hoorde nog even over dat why. Vond ik een hele mooie iemand die noemde het whining. Mm. Wat wat natuurlijk ook huil is, maar dan uh, ja. is anders geschreven. dat. Is, ja, ja. Ja, ja. Maar ja, het is uh, natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Het zo laten zijn, toch? Tenminste, ja. Ja, het Ja. Dat is het gekke. Het is het allersimpelste. Ja, van, eigenlijk. Wat, wat, is het, wat, ja. wat opvalt is als ik het aan mensen vertel, die zeggen zeiden: ja, ja, natuurlijk. Alleen waar, mensen die het gaan doen, die komen er dus achter dat het hele systeem geprogrammeerd is om precies het tegenover te stellen. Exact. Dat bedoel ik te zeggen. De, de, je, je, je basisreactie is natuurlijk gewoon sowieso om angst en pijn te vermijden. Ja. En, en, ja. Nou, het zijn drie dingen die iedereen doet. Dus je neemt per definitie je ervaringswereld persoonlijk. Dus dat doet je lichaam. Ja. Alles wat je daar voelt, denk je, nou, dit is voor mij, want ik voel het in mijn lijf. Ja. Ik vraag dat wel zo aan mensen: van nou, oké, okay, dat verdriet wat je nu voelt, van wie is dat dan? Ja, voor mij natuurlijk. Maar dan zeg ik ook, okay, ja, maar waarom dan? Dan zeggen mensen: ook, ja. Ik voel dat. Ik voel het toch hier? Ja. Weet je, het is een ja, dat vind ik en ook logisch. We, we, vind ik we, we, totaal. Ja. Maar dat doet je lichaam dus. Je lichaam geeft jou echt de ervaring dat alles wat je daar ervaart, dat dat van jou is. Dus dat is onderdeel van die menselijke trip waar we het net over hadden. Van, vanuit de eenheid in de menselijke ervaring gaan, is dus dat je lichaam je een soort ja, pootje haakt. Ja. Door je te laten geloven dat alles wat daar gebeurt, dat je dat hebt. Dat je dat bent. Dus dat is eigenlijk al het eerste obstakel. Nee, oké, okay, maar even voordat we naar de andere obstakels gaan. Hoe. Hoe kan, ik deze, uh, hoe kan ik deze uitzetten? Want dat is ja, het is gewoon wel wat je, dit is wel wat je intens zo voelt, weet je wel. Ja, maar dat is dus juist de grapje. Van je gaat het niet uitzetten, je gaat het herkennen. En erkennen als iets wat gewoon hoort bij mens zijn. Ja. Oké, okay, blijkbaar voel ik nu iets. En is er dus de valkuil van. Oh, ik, ik kan dit persoonlijk nemen. Maar je kan je ook realiseren van dit is niet. Kijk, als wij tegenover elkaar zitten en ja. jij bent verdrietig. En ik ja. voel jou verdriet. Ja. Dan kan ik dus dan krijg ik op een kruising. Of ik denk, ik voel dat verdriet van jou. Ik voel het zo verdrietig. Ik dat ik voel dat. Ja, ja. Of ik denk, maar wacht even, nee, dit is gewoon een energetische transmissie van Giel. Ja. Ik voel via de zintuigen van mijn lijf verdriet. Maar dat is niet wie ik ben. Het is nee. mijn verdriet. Nee. Ik ben niet de verdrietige persoon. Maar is het wel mijn verdriet? Nee, ook niet. Nee, precies. Maar, nee. Dat, in een, maar Omdat dat jij natuurlijk dezelfde fout hebt gemaakt. Ja, ik want... heb het aangenomen of zo. Of nee, ik heb het niet aangenomen. Want je, ik... je doet allemaal hetzelfde. Ja. Dus als je niet ergens tot de conclusie komt, tot het inzicht van oké, okay, wat ik ervaar is niet van mij. Dan, dan is dus iedereen maakt dezelfde vergissing. Ja, maar nog even. Dit is, vind ik wel echt essentieel. Kijk, je kan dus heel erg. Ik heb dat vaker gehoord. En ik moet zeggen, nou, Eckhart Tolle-achtig hebben we daar ook wel echt bij geholpen. Zo van, je bent niet wat je denkt. Gedachten zijn niet van jou. Ja. Maar ja, gedachten zijn niet van jou. Ja, godzamme. Ze zitten wel in jouw hoofd. Ja, precies. Ze zitten Natuurlijk. toch in mij. Geen één gedachte, geen één gevoel, geen één emotie, geen één fysieke sensatie is van jou. Of is ooit van jou geweest. Maar die is gewoon, nog... Hij hangt gewoon in de lucht. Hoe moet ja, ik het... Dat ja. is het dus. Het ja. is gewoon het leven, ja. de field. Ja. Je ervaart het door. Ik leg dat altijd uit aan mensen: van: oké, okay, ik ga naar een begrafenis. Als ik een begrafenis binnenstap, dan voel ik verdriet. Want de setting van de begrafenis is verdrietig. Ja. Ja. Okay? Dus dat verdriet, die informatie is voor mij beschikbaar. Dus als ik daar ben, maar ik voel dat verdriet en ik realiseer me van ja, maar dit is niet van mij. Dit is gewoon iets wat ik ervaar. Omdat ik op een begrafenis ben, mijn lichaam is daar. En via de ja. zintuigen van mijn lichaam neem ik verdriet waar. That's it. En als ik dat verdriet dan dus voel. En ik ervaar het helemaal. En terwijl ik het voel, realiseer ik me van oké, okay, er wordt gewoon verdriet gevoeld. En dat is dus iets wat ik mensen aanraad. In plaats van te zeggen ik heb of ik ben. En dat is dus eigenlijk de antwoord op ja. de vraag van wat kan je doen. Dus dat zit meer in de taal is dat in plaats van dat je zegt, ik ben verdrietig of ik heb dit verdriet, zeg je, er wordt verdriet ervaren. Ja, precies. En het klinkt een beetje stom. Nee, maar het is, al best... lekker, het is al wel iets afstandelijker, dus dat is wel fijn. Je creëert een soort ruimte tussen de ja, ervaring ja, 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 en degene ja, ja, ja. of datgene wat ja, ja. het ervaart. En dat geeft je reactietijd. Ja. Dus dat helpt. En uh, heel veel mensen aan wie ik dat suggereerde, die hebben zoiets van, ja, het is echt grappig, want je merkt dan, als je zegt, ik ben zo verdrietig, dan zit je er helemaal in, dan ja. duurt het lang, ja, dan wordt ja, het erger, ja. uh, poor me, ja. whining. ja. Uh, maar als je zegt, oh, er wordt verdriet ervaren, dan heb je zoiets van, oké, okay, ik voel het. Het wordt ervaren, maar het is ook dat je echt denkt van, huh, nou ja, die 90 seconden, dan is het dus gewoon klaar. Ja. En dan heb je mensen echt zoiets van, oh, normaal ben ik hier echt lang mee bezig en nu is het gewoon voorbij. We hadden het over drie dingen. Ik weet niet of je ja. het nog weet. Ja, dus, dus het eerste is dat? Persoonlijk nemen van je ervaringsbeeld stap één. Het ja. tweede is het willen begrijpen daarvan. Dus dat is de, de, de zoeker. Hè? Ja. Dus het, en, en daar zijn ook een paar hints voor. Dus dat, ik noem dat de, de vijf W's. Wie, wat, waar, waarom en wanneer. Als een van die vragen in je opkomt, of allemaal tegelijkertijd meestal. dan ben je het veel te veel aan het claimen. Dan, dan heb je het dus eigenlijk gevoeld. en dan spring je bovenop. en dan heb je zoiets van. oké, okay, dit is niet alleen maar verdriet wat ik nu ervaar. ik moet weten van wie dat is en wanneer ja. het is begonnen en waarom. En dan begint de zoektocht. Dan ga je eigenlijk weg van wat er is ja. in het verhaal. en dan het derde ding is dan de belofte van dat verhaal. Zoals als ik helemaal gemapt heb wat er met mij aan de hand is. en vijf levens geleden is dat gebeurd waardoor ik nu zo verdrietig ben. dan kan ik nu iets doen. En dat is de fix, zeg maar. Dat is het derde ding. Ja. En dan is het allemaal oké. Okay. Nou, en het aparte is, dat, dat is waar je last van is. Je hebt geen ja. last van het voelen van verdriet, maar je hebt last van het feit dat je dat verdriet persoonlijk neemt. Ja. Dat je het wil begrijpen en dat je het wil oplossen. Nee, maar dit is dit, want dat is uiteindelijk natuurlijk wat het is. Er is niks mis met verdriet. Laat het gewoon er helemaal zijn. En het is weg. Dat is, dat is dus de grap daarvan. Je bent helemaal gemaakt. En weet je, ik, ik denk daar wel eens over na en dan denk ik van ja, stel dat je, je bent God Weet je wel, je zit op de plek van de schepper en je ontwerpt je. Ja. Design-wise. En ja. dan gooi je hier op aarde neer en dat zou je dan doen. Zonder... Is het briljant of een ontwerpfout? Nee, het is briljant. Ja, precies. Ik vind het geniaal. Maar het, ge <laughs> maar het mooie is dus, het dat, dat zou raar zijn als je niet helemaal bent uitgerust om alle facetten van het aardse leven te ervaren en dat gewoon te overleven. En ik, ik, ik ben er echt van overtuigd dat we dat kunnen. Want in mijn werk zeg maar. Ik bedoel ik werk met een mega range van frequenties. Mm -hmm. Dus dat gaat over nou, dit soort dingen. Maar dat gaat ook over aardstraling. En over zendmasten, ja. 5G. En ja. schoonmoeders. Alles. <laughs> <laughs> The works. Ja, ja, ja. En ik ben er dus achter gekomen. Dat gewoon je, je hele systeem. Als je dus steeds dat doet. Bewust mee verbinden. En het helemaal ervaren. En omarmen. Is dat je dan het lichaam op het niveau van het zenuwstelsel leert. Om die frequentie helemaal te integreren. En als je dat helemaal hebt omarmd en geïntegreerd dan zal het je nooit meer lastigvallen. Dan is het in je omgeving. Want als ik hier loop, je hebt overal 5G. Maar mijn systeem heeft dat helemaal geïntegreerd. Dus ik word daar niet ziek van. Ik voel het wel. Het is er. En het doet iets met de omgeving. Want het is een hele actieve... Maar omdat ik mijn lichaam heb geleerd om die frequentie... Het is er. Ik aanvaard dat het er is. En dat is natuurlijk veel relaxter dan je hele telefoon vol plakken met allemaal plaatjes hmm. uh, op de ramen, je stopcontacten van je verf op de muur. Nee, door, ja, dat soort... is alleen maar spanning en allemaal angst. Ja. En dan moet je de deur uit naar de Albert Heijn, weet je wel? Nou ja, dat brengt me dan gelijk. Ik heb heel veel vragen hierover, maar dat brengt me toch eventjes bij. Uh... Nee, laat ik Oké, okay. laat ik het eerst even persoonlijk uh, vragen, want jij, jij hebt deze kennis, maar jij kan toch nog steeds wel ergens in zwelgen. Ja, waarschijnlijk niet zo lang als dat ik dat zou doen. Of, heb, of, of kan echt, nou ja, ik wil niet zeggen niks je meer raken, want dat is dus juist het raakt jou intens. Ja, helemaal een soort ongecensureerd. Ongecensureerd, ja, dat ongefilterd. Vind zo, ja. Dat vind ik zo te gek aan. Ja. Eindelijk ben je aan het leven. Ja. Weet je, want de meeste mensen leven natuurlijk door een soort filter. Ja. Maar ja ik wil wel pijn voelen, maar niet te veel. Nee, precies. Terwijl ik vind juist, dus echt, oh, dat weet je uh, Ja, fuck, Dat doet zo pijn. Weet je wel, echt, ja. echt pijn, verdriet ja. of zo. Ja. Maar er is dus iets anders in dat voelen. En dan huil je en dan... Uh, Alles. Los. Ja, The works. Ja. Maar er is ook iets, en dat heeft dus met bewustzijn te maken, wat gewoon weet van, oké, okay, dit verdriet, die pijn die ik nu voel, is niet wie ik ben. Dit is nee. gewoon iets wat ik nu ervaar. En ik weet dat als ik het helemaal ervaar en ook helemaal laat zijn, dus niks doen om het nu te stoppen, mm -hmm. dan weet ik dat ik die natuurlijke transparantie in mijn systeem activeer, waardoor ik dus... Ja, dit is gewoon tijdelijk ongemak. That's it. Maar is er geen enkele emotie waar je dan toch nog uh, nou, waar die aanvaarding wat langer duurt? Want dat kan er bijvoorbeeld ja. ook in geilheid bijvoorbeeld. Ik noem maar even iets wat... Ten op dat opzichte je dan al al weer niet omarmen natuurlijk. Nou ja, dat, nee, nou, ik bedoel te zeggen, daar, ja, nee, maar tuur, daar moet je daar, ja, daar, ergens moet je daar toch ook wel een soort grens in hebben want je bent ook geen beest of zo, snap je? Ja, ja nee, tuurlijk. Nee, maar tuurlijk, zeker. Uh, weet je, ik denk dat het voor mij met name zit in dat ik gewoon weet hoe ik met dingen om moet gaan. Ja. En sommige dingen heb gaat gewoon helemaal vanzelf en natuurlijk andere dingen word ik ook in uitgedaagd ja. weet je wel en dan merk ik wel van oeh, zou ik bereiken bereik. maar welke emotie is nog steeds kan je wel uh... um, ja emotie hm. of ja ja even de situatie of zo nou ja. eenzaamheid dat is ja. wel echt een dat is echt iets van long time ago en dat komt af en toe gewoon voorbij weet ja. je wel maar ik merk dus nu in deze fase van mijn leven dat dat als dat er is dat dat herkend wordt en dan kan ik daar ook echt mee gaan zitten ja Weet je, dus het voelt dan ook echt als een uitnodiging om zo van, ik merk dat ik, oh, ik, ik word hier wel aangeraakt, gelukkig. Ja, 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 oh, ja precies, het het ja, ja, precies, ja, ja. En dan, eh, omdat ik dan toch voel van, nou, het is niet helemaal comfy of zo, maar door er dan echt mee te gaan zitten en ja. dat, dat gevoel van ongemak of toch iets aan willen veranderen of, nou ja, misschien een beetje zwelgen, wat jij dan noemt, dat je denkt van, ah, oh, poor me. Ja, ja, ja. En juist door dat dus te doen, ja. schuift die comfortzone op. En merk ik dus de volgende keer dat dat gevoel er is. Denk ik denk van oh, oké, okay, er is wat meer ruimte. Het ja. duurt wat minder lang. Of het is wat minder intens. Weet je? En dat is eigenlijk mijn practice in alles in mijn leven om als ik dingen tegenkom op die manier mee om te gaan. Tot het moment dat je merkt van oh, oké, okay, ik ben echt al heel lang is dat gevoel niet meer voor gekomen. Nee. Mee nee, maar ook daar weer laat je het er gewoon zijn. ja, ja, ja. ja, het, is, ja het, het leuke is, het werkt voor alles. Daar ben ik, tenminste voor mij, mm -hmm. echt achtergekomen. Ja. Oké, okay, maar dan. Geloof ik dus wel heel erg, dat is wat we allemaal merken. Uh, dat vind ik soms ook vanucratief met familie of met, met een relatie of met een ex-relatie. Dan is er eenmaal zo'n soort energie ontstaan. En ja, die wil je dan eigenlijk doorbreken. Ja. Omdat uh, je ook wel voelt van ja, hoe lang kunnen we hierin blijven hangen? Ja. Heb je daar een soort tip voor hoe? hoe... Nou ja, het ingewikkelde met andere mensen, als die erbij betrokken raken, is dat, uh, weet je wel, waar we het in het begin over hadden, dat compassie zeg maar het beste werkt als er geen verwachting van de uitkomst is. Ja. Dus dat, dat, ja, 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 dat, dat ja, ja. dus ook kan betekenen dat stel dat jij hebt een, een conflict met nou ja, een ex-relatie en jij zit er op deze manier in, dus alles wat er in dat conflict gebeurt, zou jij kunnen omarmen, betekent niet dat, dat je daarna een teetje met elkaar gaat drinken. Nee. Het kan ook betekenen dat gewoon, weet je, alsnog of de bruik misschien nog scherper is. Omdat het gewoon echt iets van twee mensen is en als ja. die andere energie... is. als die andere ja, ja. persoon zeg maar, niet hierin mee kan gaan... of die okay. heeft er nog een belang bij om dat conflict in stand te houden... Uh, ja, weet je, je gaat die persoon niet voodoo zeg maar. Nou, het is grappig dat je het zegt. Ik moest, het woord voedoe zat in mijn hoofd terwijl je dit zegt. Maar dan de positieve voedoe. Ja, maar dat is natuurlijk hetzelfde. Dat is ja, maar, dat is hetzelfde. Dat is ja, maar daar zit ik wel ja. vaak... Ja, maar positieve voeding is toch? Ja, dat doe ik wel eens. Ja. Of dan ga ik gewoon ja, dan, dan. Maar daar zijn uh, consequenties aan verbonden, natuurlijk. Dat is gewoon interventie in iemands leven. Dat is dus precies het verschil tussen. Dat kan je niet maken, zeg jij. Of, uh... nee, 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 dat zeg ik helemaal niet. Maar nee. ik zeg, het, het verschil zit hem in. Uh, dat is dus het verschil tussen fixen en compassie. Ja. Dus dat je toch een persoonlijke ja. agenda hebt. Van ja, want je... ik laat het dan niet zo zijn. Nee. En het grappige in conflict situaties is dat je dan juist ziet dat uh, als mensen dat gaan doen, uh, dat of mensen bij elkaar komen, omdat het conflict... als je gewoon kijkt naar de opgebouwde spanning... die kan eigenlijk niet blijven bestaan door de compassie. Dat is het mooie van compassie. Als er mm -hmm. echt compassie is en dit is waarachtig... dan kunnen conflicten niet bestaan. Dat gaat nee, gewoon Nee, exact. Dus of dat conflict stort in elkaar... en mensen komen naar elkaar toe... of er is bij die andere partij... zeg maar zo'n belang om dat drama aan stand te houden... dat ze denken van... oké, okay, bij is niks meer te halen. Die gast laat ik met rust. Ik ga bij iemand anders buurten. Ja. Ook goed. Ja. Allebei goed. Ja. Jij bent er klaar mee. Snap je? Maar... Uh, het, is dus, ja, nee, het is dus gewoon beter om het gewoon zo te laten zijn. Iemand dus ook gewoon boos, verbolgen, whatever, te laten zijn. In plaats van dat ik heel erg een soort pogingen doe om daar positiviteit naar te zenden. Nee, nee, okay. nee want dat, weet je, als je gewoon goed kijkt naar dat idee van positiviteit, ben je eigenlijk aan het fixen. Ja. Want fijn, nee, Als je gewoon nee, ja, kijkt het is... naar het begin dan, dan heb je zoiets van nou, deze situatie ja. is niet oké. Okay. Ik ga nu positieve energie sturen en dan is het wel oké. Okay. Dat is dus eigenlijk het tegenovergestelde van de aanvaarding nee. van de situatie ja, zoals die. Nee, exact. Nee, dat is het zeker. Nee, mooi, mooi, mooi. En dan? <laughs> uh, ja, want dit is. Ik ben heel benieuwd wat jij hierin voelt. Want dat is denk ik iets wat. Nou ja, daar hoef je niet zo sensitief als jij voor te zijn. Maar we zitten natuurlijk in een gekke tijd. En ik hoop nog altijd dat als je deze podcast luistert, dat je denkt: wat, waar heb je het over? Nou, uh, we nemen dit op. December 2020 eh, en het is eh, het jaar van corona. Ja. Het is in ieder geval, het gaat me niet of het corona is, maar angst. Ja, man. En als we het hebben over energie, nou nogmaals, daar hoef je niet super sensitief voor te zijn, om gewoon te voelen ja. dat. Huge is het. Ja, ja. Om te beginnen, hoe is dat voor jou als mens die dit fucking voelt? Als uh, ja, nou ja, intens, denk ik, net als voor iedereen. Ja. Uh, want het is, ja, het is gewoon de collective, zo noem ik dat dan, ja. die natuurlijk mega gepolariseerd is. Ja. En tegelijkertijd laat het ook gewoon zien waar we als mensen zijn. Dus eigenlijk waar we het de hele tijd over hebben, dus gewoon uh, de state of affairs van alle individuen, dus dat mensen gewoon super geladen zijn en gepolariseerd hun shit niet oplossen, helemaal vol zitten met allemaal oude ellende die ze niet hebben opgelost. Het kan natuurlijk niet anders dan dat dat op het wereldtoneel precies hetzelfde is. En dat wordt nu gewoon mega uitvergroot. Het ja. Laat eigenlijk gewoon zien waar we als mensheid zijn. Zo ja, maar het heeft uit. toch ook een heel. Ik bedoel, dat, dat is wel energie die elkaar versterkt. Hey of jongen, uh, ja. Het zijn echt gewoon twee kampen die tegenover elkaar staan. Nou ja, wat is dan het ene kamp? Nou ja, uh, de, die wat daar gewoon. Uh, de, 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 zeg even de, de, de mensen die de RIVM geloven. Ja. Er is een virus, we moeten allemaal gevaccineerd worden. Ja. Heel simpel gezegd. En het andere koop is van, nee, dit is gewoon één grote vage agenda die wordt uitgerold. En straks zijn we allemaal de Sjaak. Ja. Heel, heel nee, oké okay. En dat, ja. dun, dat staat gewoon tegenover elkaar. Ja. Dus gewoon de, de old system. En, ja. Nou ja, de, de mensen die daar gewoon niet meer in geloven, in dat oude systeem. Nee, maar ik moet zeggen, oh, uh, ik denk dat voor beide systemen geldt. En die hebben er wat andere gedachten over. Maar er is, in beide gevallen is er. Onrust, angst. Absoluut. Ja. Ze zijn eigenlijk allebei net zo erg omdat ze beide, dus niet op dat punt kunnen komen. Exact. Dat ze die ander kunnen omarmen. Nou, of dat nee. je gewoon kan denken: yo, let it go. Ik, uh... ja, nou dus, nee, maar dat kan dus niet, omdat die spanning is zo, ja. zo groot dat ja. ze alleen maar worden getriggerd. Mensen ja. zijn alleen maar aan het reageren. Dus niemand heeft gewoon de rust en de tijd om gewoon even te gaan zitten en denken: wat the fuck. Nee. Doe even normaal, weet je wel. Je bent alleen maar in reactie. Gewoon door nou, van alles en nog wat. Super heftig, toch? Enorm. Maar daarom, is het ook zo, daarom heeft het ook zoveel impact. Omdat je kan het gewoon niet meer ontsnappen. Nee. Vroeger was het gewoon: je doet gewoon je eigen dingen, je hebt je eigen vrienden. Precies. Als je geen zin hebt om met die lui om te gaan, negeer ze gewoon lekker. Ja. Maar nu, ik bedoel, je kan de schepen. Het hangt toch? in de lucht, exact. Maar echt, overal. Ja. Dus everywhere. Ja. En wereldwijd. Dat ja. is natuurlijk gewoon: wow, dat ja. is echt. En ik denk dat mensen daar gewoon echt door verrast zijn. Ik denk dat er te weinig bomen zijn om dit weg uh, te halen, om het zo maar even <laughs> nee, te zeggen. Ja, absoluut. Maar het, laat, maar het, het, het is zo'n pressure cooker daardoor, zeg maar. Omdat je gewoon letterlijk geen ruimte buiten jezelf meer hebt om dit te ontsnappen. Dat gewoon iedereen die je enorm druk voelt, maar ook natuurlijk alles wat in jezelf zit, echt wordt aangetikt. En dat heb ik, nou ja, dat, dat zie ik gewoon als ik gewoon naar de afgelopen half jaar kijk, zie ik bij zoveel mensen die echt zoiets hebben van, nou weet je, ik... Ik bedoel, niks werkt meer van mijn oude nee, scape-strategie. Het nee. moet gewoon aan de bak. Gewoon alle shit moet uitgezuiverd worden. Ja, ja, dus dat is de positieve eigenlijk bijna. Ja, als je hem pakt. Ja, als je hem pakt. Ja. ja, dus sommige mensen hebben van de afgelopen half jaar gewoon een soort retretten gemaakt. Die denken: nice, oké, okay, thuiswerken, ik ga wat aan mezelf doen. Ja. Goed idee. Maar heel veel mensen zijn natuurlijk ook echt gewoon major in vier gegaan. Ja, nog steeds, ja. Nog steeds. Ja, ja. Echt heel veel mensen. Maar Het... hoe ga jij daarmee om dan, gewoon als, nou ja, als mens, maar ook dus als extra sensitief persoon, zal ik maar even zeggen? Wat, wat, nou ja, wat... Op deze manier, dus ja. voor mij is dat een mega-uitnodiging. Waar... Ja. voor mij is dat gewoon informatie om mee te verbinden. Ja. Dus, ja. Dat was voor mij al een tijd zo, omdat door mijn leven en mijn werk, hoe dat ingericht is, ben ik natuurlijk niet alleen maar met mijn eigen dingen bezig, maar natuurlijk ook al heel lang met andere mensen, maar ook met de collectief. Ja. Dus ik doe al veel meer ook voor. Het veld, zeg maar. Maar ik vind het dus. Uh, nou ja, ik vind het dus best moeilijk om hierover te hebben. Omdat ik. Nou, ik ben niet een soort struisvogel die de, 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 de kop in de stand steekt. Maar omdat ik al ergens denk. Ja, dat we het hier nu over hebben. ik dit weer op. Uh, voor mezelf, hè, bedoel ik dan. Nou, uh, ja, ik denk. Weet je. Uh, of, of klaren we de lucht. Ja, nou ja, dat hangt dus vanaf hoe we ermee. Omgaan. Ja, precies. Dat, dat is het dus. Ja. Weet je, en, en mijn uh, idee en gevoel daarover is nu dat we eigenlijk. Kijk, ik denk als je, als je de mind, hè, dus dat is voor mij het wereldtoneel waarop dit allemaal gebeurt, de menselijke ervaring, als je dat ziet als een soort container waarin alles heel erg tegenover elkaar staat en nou ja, elkaar, hè, echt een soort, soort battlefield waarin yeah. het nog, nog bijna begint, zou je ja, zeggen. Ja, ja, ja. Uh, dan, ja, voor mij is het heel duidelijk dat van binnenuit die mind ga je dat niet oplossen. Want welk kamp je ook kiest, het gaat altijd ten koste van iets anders. Dus de, per definitie is het daardoor gepolariseerd. Yeah. Weet je wel, geef je de... Datgene wat je eigenlijk wil oplossen geeft je alleen maar meer energie. Ja. Dus ik denk juist dat met dit hele idee waar wij het net over hebben, dat als je dus die mind bewust binnen kan gaan, zeg maar, en wat je daar ook tegenkomt, welk kamp je ook tegenkomt, bewust kunt ervaren, kijken wat dat met je doet en dat omarmt, ja. dan hol je dus eigenlijk van binnenuit die mind uit en dan krijg je een implosie, dan stort het systeem in elkaar, omdat alle facetten worden omarmd. Dus het wordt eigenlijk, het wordt eigenlijk van ons gevraagd, denk ik. Dat we een soort shift maken vanuit dat dualistische ja, ja, ja. perspectief van de mind. naar de plek van nou ja, de eenheid weer. Ja. Want dat is het mooie. Nou, het schapt staat een beetje aan op de boeken die ik heb. Nou, ik, zie al, ik moest gelijk denken aan het bovenste boek, uh, wat ik uh, al zie van, van Thijs. Ja, nou, uh, waar we het nu over hebben, dat gaat eigenlijk meer over dit boek. Ik weet niet of het oh het ja, Joseph Campbell. Ja, ik vond het lastig lezen als ik eerlijk ben. Ja, he? het is een pittig dingetje. Maar, maar ik weet wel, het is sowieso een gaaf boek, omdat het, nou ja, als je het een beetje, al is het alleen maar ruw. De punten doorbraak, dan kan je geen film meer zien. Nee, ja, precies. Ja. Omdat ja, elk zo, 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 verhaal ja. bestaat uit ja, deze. Ja, ja, maar, ja. Maar ja ik, ik had het meegenomen omdat ik sowieso. Uh, weet je wat hier natuurlijk in staat? Is dat wij als mensen natuurlijk gewoon archetypische fases doorlopen. Dus die kunnen we niet ontsnappen. Wat zijn archetypische fases? Hoe bedoel je dat? Nou, wat, wat Campbell eigenlijk beschreven heeft de, de reis van de held, zeg ja. maar, is dat wij dus als mens gewoon een aantal stappen doorlopen. Ja. En Dat is dus dat grid wat jij eh, ja. benoemt, wat je in een film de, de film ziet. Elke Hollywoodfilm. De wake-up call. Ja. Weet je, de, de oude macht over. Ja. Dan is er even een terugslag weer. Ja. En het is helemaal. Verraad. Het, het is, is. Weet je wat? Wauw. En het gekke ervan is, is dat als je als je dat dus ziet, uh, is dat je veel meer inzicht krijgt in je eigen leven. Van waar zit ik zelf eigenlijk? Weet je wel? In deze fases en wat wordt er voor energie van mij gevraagd om daar uit te komen? Ja. Maar het heeft mij enorm geholpen om dit te snappen. Om ook veel meer compassie te voelen voor iemand anders. Weet je, als je voor iemand anders kan zien van, oh, je zit in een fase van verraad. Omdat je gewoon denkt, oh, je zit daargens in het verhaal. Ja, en niet van, oh, ik ben verder dan jij. Maar meer nee, vanuit nee, het begrip van, ja, oh, ja, wacht ja, even, dit is in jouw leven gebeurd. Ja, hier ja, zit je nu. Ja, ja, ja. En dit is wat je kan doen om verder te komen, weet je Of dit is de energie die je kan gebruiken. Maar als je het even trekt naar waar we het net over ja, hadden. Ja, daarom kwam ik erop. Omdat eigenlijk de laatste fase van die reis die hij beschrijft, dat is de meester van twee werelden. En ja, daarmee top, bedoelt ja. Campbell dus eigenlijk dat wij als mens het unieke perspectief hebben om aan de ene kant mens te zijn, hè, dus helemaal in de aardse menselijke ervaring te zijn en eigenlijk de game of life gewoon te snappen. Weet je wel, wat betekent het om mensen te zijn met alle beperkingen en begrenzingen en dynamiek, maar tegelijkertijd zijn wij ook Source. Ja. We zijn ook God, we zijn ook scheppers van ja. goden en godinnen. Ja. Nou, en, en dat gebeurt tegelijkertijd. Dus het is niet het een of het ander, maar wij, wij kunnen dus op het punt komen dat we en mens zijn in de menselijke ervaring, maar ook echt onze connectie met Source herinneren. Ja. En vanuit dat perspectief van source, vanuit het scheppende, zeg maar even, het gaat niet over God, maar over het scheppende, is het natuurlijk eigenlijk heel makkelijk om alles te omarmen. Want je bent de bron daarvan. En, en dat is dus de shift die wij als mens volgens mij moeten maken. Vanuit dit hele drama ja. van: oh wacht even, we zijn niet alleen maar coronavictims... wij zijn ook goden en godinnen. Ja. En wij kunnen dus vanaf die plek hier naar kijken. En al die facetten, of het nou voor- of tegenstanders zijn van jouw gedachtegoed, kunnen we gewoon helemaal zien als source-creatie en laten zijn. En dan is het all over. Dus is een, dit is zeer positief. Dus dit is een, een, een stuiptrekking. Ja, wij kunnen dit. Naar... Maar de vraag is, doen we het? Ja. Maar we zijn helemaal gemaakt, uitgerust, totally om dat te doen. Om die stap te zetten. Ja. Ja. Maar dat heeft dus met een bewustzijnsshift te maken. Ik bedoel, en de meeste mensen zijn niet opgevoed met het idee van je bent een god of een godin, maar nee. van je eigen werkelijkheid. De meeste nee. mensen voelen van oh, dit leven overkomt mij, ik ben slachtoffer. Het onderdeel van het systeem. Want ja. je ontkracht eigenlijk. Terwijl op een andere laag ben je nou ja, super powerful. Hmm. Dus daarom vond ik dit boek zo goed. Ja. Omdat het aan de ene kant heel erg hoopvol is, omdat het uh, laat zien dat ons leven volgens bepaalde stappen verloopt. En dus eigenlijk heel belangrijk is om die stappen te snappen. Weet je, waar zit je, wat kan je doen? Ja. En even persoonlijk, wanneer, wanneer las je dit en wat gaf het jou? Uh, ik denk 15 jaar geleden of zo, dat ik dit voor het eerst gelezen heb. Nou ja, eigenlijk dit, dat inzicht van, ja. oh, oké, okay, bizar dat is dus zo mooi, wat, wat Campbell dus, die heeft natuurlijk al die mythes, uh, ja, ja, ja. alles gelezen. En die kwam dus gewoon tot de conclusie van, oh, dat is eigenlijk maar één verhaal. Het is, het is een code, ja. Ja, het is gewoon de monomythe noemt hij dat. Ja. We, we vertellen allemaal hetzelfde verhaal. Dus dat, dat lijkt erop alsof dat iets is wat je als mens niet kan ontsnappen, maar wel kan snappen. En als je het snapt en je weet het en je leest het, dan kan je er dus heel veel mee doen. Voor jezelf en ook voor anderen. Dus dat vind ik te gek daaraan. Dat het dus echt hoort bij een soort divine planning. Ja. Je moet al die dingen doorlopen. Ah, ik ben toch blij dat we dit onderwerp toch met licht aan het eind van de tunnel <laughs> ja. afsluiten. Waar ik ook in geloof, over de goede orde. Zeker. Nee, tuurlijk. Maar ah. het is wel, weet je wel, het, is, het voelt wel alsof we op een kruising staan. Het kan echt wat mij betreft twee kanten opgaan. Dus echt, of we gaan dit zien en we gaan dit doen. En we hebben zoiets van, oké, okay, weet je wel. Want, nou, de vraag is een beetje, hoe donker moet het nog worden? Uh, ik, in de end is er altijd dat licht. Ja, nou precies. Het kan dus heel lang duren. Kijk, ja. in, in the big scheme of things, of het nou nog even 140.000 jaar duurt, ja, dan, weet je wel, who cares? <laughs> ja. Voor ons is dat een beetje een dingetje. Ja. Maar ja, weet je. Ja. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat we denken van, oké, okay, wake up. Kijk, en dat vind ik zo interessant aan deze fase. Kijk, heel veel mensen worden wakker, zeg maar. Ze ja, ja, ja. ontwaken op een bepaald idee van, oh, er is meer, er is eenheid. Ik denk dat dat één fase is. Ik denk de fase die daarna komt, is clean up. Ja, mm -hmm. Wake up heb je, ja. dan vervolgens heb je clean up. En dat is eigenlijk de fase waarin we gewoon een soort wakker worden en om ons heen kijken. En ik van oh shit. Dingen veranderen, dingen veranderen. Wat gemaakt. is dit met de hele medische wereld? Wat, hoe, Alles, ons hele systeem is gewoon verkrekt. Ja. Dat. Maar, ja. maar dat we daar ook echt ownership voor nemen. Ja, ja. Niet dat we nee, van wegrennen van dat willen we nooit meer. We doen net alsof het niet gebeurt. Ook maar, dat gewoon omarmen, ja, zo ja, laten zijn. Maar ja, dus ja, echt ja, ja. ons realiseren. Poes, nou, dan, dan als dan. mensen kunnen wij dit dus doen. Ja. Hier zijn we toe in staat. We hoeven het niet te doen, maar blijkbaar kunnen we het en we hebben het gedaan. Ja. Dus als we dat echt helemaal onen, Maar dat is wel. Ja, uh, dat, maar, maar dat is dus ook gewoon, daar heeft niemand zin in. Nee. Dat is eigenlijk wat mijn. Nou, wat, ik heb er best wel zin in, maar dat ja, is wel uh, gek. Ja. Maar dan moet je dus echt de dark side in. Ja. Dan moet je de dark side in ja. met dit bewustzijn, met je zaklampje de kelder in. En dan moet je dus al die ellende die je tegenkomt, echt de dark side of humanity, ja. dus een podium geven, in het licht zetten en thuis brengen. En dat kan opnieuw alleen maar vanuit die plek van Source. Want dat is de enige plek van waaruit je dat soort dingen echt kan verwelkomen. Als mens kan je dat eigenlijk niet. Nee. En dan de derde fase is grow-up. En, oh ja. en dat is eigenlijk wat betekent... Wake up clean-up, grow-up. Ja, wat betekent het om een nieuwe volwassen, geëvolueerde mens te zijn? Ja. Maar dat kan je natuurlijk pas zien als je gewoon wakker wordt en ja. denkt van, oh wacht even. Ja. En als je je shit opruimt. Ja. En vanaf die plek een soort ruimte creëert. En dan is er, en dat is een heel interessant fenomeen, dat heet syntropie. Dan is er dus eigenlijk een kracht vanuit de toekomst die je daar naartoe trekt. En dat is je purpose. Ja. Dus je hebt niet alleen maar de ellende van het verleden. Nee, het nee, nee. Het maar dat is gewoon een beetje, even flauw gezegd, wet van aantrekkingskrachtachtige. Ja. Maar dat ja. zit dus de hele tijd al aan ja. ja, 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 ja. het bekken van je. moet je hebt nog wel een soort anker achter je aanslepen. Weet je. En dat, als je dat dus oplost en je bent in de moment, je bent aan, je bent wakker, je, bent, nou, je, hebt je, je hebt je werk gedaan. Dan heb je opeens contact met: van, oh, wacht yeah. even. Dit is het idee. En wat, als je hier gewoon lekker over aan het mijmeren bent, gaan, we dit, gaan wij dit meemaken? Nou, ik wel, hoop ik. Ja, ik ook. Ik weet het echt niet. Nee. Ik heb soms heel erg mijn twijfels dat ik echt denk. Van, maar ja, het ja. moet bijna collectief. Dat is het lastige gedaan. Niet om mezelf of ons even te verheven. Zeker niet zelfs. Maar. Ja. Nou ja, weet je wat zo interessant is, Giel? Dat uh, als je historisch kijkt naar paradigmaverschuivingen. Dus ja. periodes in de historie waarin echt grote veranderingen ah, ja. zijn geweest. die zijn bijna altijd veroorzaakt door hele kleine groepjes mensen. Ja, ja, ja. En het gaat dus niet om de meerderheid. Nee. Het gaat om coherentie. Dus het gaat erom of die mensen. Uitgeleid ja. zijn. Dus eenzelfde doel, eenzelfde purpose. En dat komt dan samen met hele mystieke dingen astrologisch. Maar dat is toch een tijden. heel klein straaltje licht in de donkerheid. Ja. Is al genoeg. Precies als dat gezien wordt. Nee, ding. dat geloof ik ook. Ja. Ja. Ja, 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 ik weet ja. niet of je dat verhaal kent van, van die stikstofatomen. Dus dat is de 1% regel, zeg maar. Okay. Dus als je uh, vloeibare stikstof hebt, zeg maar. en je bevriest dat. en um, dan zie je al die atomen, die moleculen en dat soort dingen. En als je 1% van die moleculen in een bepaalde richting zet, de rest van die 99%. Ja, ja, Die gaat gewoon mee. Ja. Nou, en dat principe, ja, 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 ja. dat is dus een soort natuurwet. En dat geldt dus ook voor ons bewustzijn. Dus als 1% van een bepaalde populatie echt uitgelijnd is, weet je, coherent, congruent en echt gewoon echt gefocust op een bepaalde nou, visie, ja. dan heeft dat de potentie om het hele veld daaromheen te veranderen. Maar goed, we hebben het nu lekker heel groots over de wereld. Ja. Maar in the end, we even terug naar gewoon uh, hier Giel met zijn en zijn problemen. Is dat dus ook gewoon omarmen van de dark side zoals jij zegt? Ja. ja. En dan kom je dus achter dat het helemaal niet dark is. It's just nee, precies. Eigenlijk is de naam al verkeerd. Want ja, je hebt donker en licht, maar er is niks fout aan de dark side. Nee, er nee. is niks fout aan boosheid. Nee. Nee, maar ja, dat is. Uh, nee, maar dat is natuurlijk die. Ja. Weet ik veel hoe lange programmering. Ja. Weet je moet wel stickers plakken. hoe ja. slechte negatieve emoties moet je vermijden. Dus allemaal weer ja. van wegrennen. Maar ja. sooner of later dan krijg je gewoon de rekening. Ja. Dan wil je nog even die boosheid omarmen. Ja. Weet je. Terwijl als je het doet, en dat is natuurlijk met al die dingen zo, dan denk je van: oké, okay, what's the big deal? Weet je, het is geen fijn gevoel. Maar daarna voel je wel van zo. Oké. Okay, ja. Rust. Ja. ja. Uh, het boek, uh, ja, gaat in de boekenkast. Stond er al. Uh, volgens mij zelfs twee keer, maar het helemaal niet uitmaakt, hoor, want het is ja, niet dat je. Het niet... Wel door. Nee, maar ik, ik, leg, ik leg een link naar de, het volgende boek wat ik ja. al zag liggen omdat dat bovenop ligt, want hij was namelijk zeker door Ramon Roelofs uh, is hij erin ah. gebracht. Die groot fan is van Joseph Campbell, en ik herinner mij. Dat uh, ook Tijnem uh, heeft genoemd. Ja, zeker. En ja, Tijnum, ja, dat is een, een soort gedeelde passie. Ja. heb ja, het hebben we daar heel veel over. Ja, jullie. Het zo archetypisch is. Weet je, het is zo universeel voor de mens. Dat ja. Je, ja. Die komt dat elke keer weer tegen. Zie je hem veel? Is het ja. zo dat je. Ja? Okay. ja, we zijn echt matties. Ja. ja. We werken samen. We geven samen retretes. Maar we zijn ook gewoon echt uh, grappig. Gewoon beste vrienden. Ja. Dus ja, weet je. Dit is gewoon. Ik denk onze gedeelde passie is gewoon bewustzijn. Ja. En hij doet dat hem op zijn manier. Ik op mijn manier. Maar er zitten zoveel overlaps in. Fantastisch. Hè? Ja, is te gek. Nou ja, wat dus, ons brengt uh, nou bij het ja, tweede boek. Tijnbender van uh, Tijn Time, Tauber. Ja. Uh, ja, ik heb dit boek meegenomen omdat... Uh, uh, nou ja, weet je, dit, de, de herinnering is voor ons dat wij multidimensionele mensen zijn. Dat is eigenlijk wat voor mij dit boek ja. gewoon vertelt. Ja. Weet je, en uh, dat we dus niet alleen hier zijn, maar natuurlijk met zoveel realiteiten en constellaties tegelijkertijd verbonden zijn. Dat er ongelooflijk veel hulp en begeleiding en inspiratie ja. is uit... Alle dimensies. Ja. Uh, maar ja, we hier zo geïsoleerd lijkt te zitten dat we dat gewoon vergeten zijn. En het is, het is zo lekker dat het gewoon in een soort verhalende vorm zit, waardoor je wat makkelijker ja. informatie tot je krijgt. Dan dat je dit allemaal als een soort Feiten wetenschappelijk. Ja, precies. Dat is bijna niet te doen. Want nee, nee, maar dan, dan wordt het echt een kwantumfysica ja, ja, die ja, ik allemaal ja. niet begrijp. Ja. Maar als je dit leest, dan denk je gewoon ja. Ja, kijk, hij is natuurlijk een meester verhalenverteller. Ja. Kijn, dat is gewoon zijn grote kracht. En uh, het bijzondere van zo'n boek als dit, met dit soort informatie, is dat het dus blijkbaar iets... Want het grappige is, het is echt een onwijze bestseller geworden. He. Toen hij het uitbracht, had hij echt ben iets... Ja, ja, ja. We gaan de reputatie. Dus Tenminste, die ja. reputatie heeft het. Uh, maar het wordt dus echt onwijs massaal opgepakt. Ja, en dat eigenlijk. is dus bijzonder, omdat het dus blijkbaar iets aanraakt wat mensen herkennen. Ja. En dat is wat dat boek voor mij doet. En dat is eigenlijk heel bijzonder, dat je iets kan vertellen. Wat dus een soort sleutel in een deur steekt waarvan mensen iets hebben van: ja, ik ken dit. Want dit we is een gevoel. Ja. waarvan je gelijk denkt: nou, pff, dit nee, is precies. bullshit weet je. Ja. Maar dat doet het dus niet. Dus ja. dat, het, het, hij voelt de tijdgeest gewoon zo goed aan. Um, en dat sluit denk ik ook opnieuw aan dat we dus, bij nou ja, wat we het net over hadden, ja. dat, dat we gaan eigenlijk veel groter zijn dan ja. alleen maar dit. Precies. Dus we zijn ook echt godlike creatures in letterlijke zin. Mooi. En dan het derde ja. boek. Ja. Dat is uh, Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg. Oké, okay, ken ik niet. Wat is, is het? Echt zo vet. <laughs> hij, is een, uh, uh, hij, is, hij is net overleden. Hij is een, uh, een professor in uh, uh, psychologie. En hij heeft heel veel onderzoek gedaan naar communicatie en dat soort dingen. Allemaal papers gepubliceerd. En toen hij na twaalf jaar klaar was met studeren, dacht hij echt van... Uh, wat een bullshit is dit eigenlijk. Dit klopt helemaal niet. Maar wat werkt nou eigenlijk wel? Wat, weet je, wat is nou eigenlijk de essentie van mensen en communicatie? En toen ontdekte hij dus dat mensen iets hebben wat hij uh, natural giving noemt. En natural giving. Ja. Daarvan zegt hij dat wij dus als mensen uh, eerder geneigd zijn om iets te geven dan iets te nemen. Absoluut. Alleen, en dat is dus het mooie ervan, dat moet gebeuren op basis van een uh, authentiek verzoek. Zo, zo noemt hij dat. Dus er moet iemand voor jou staan die zegt van oké, okay, Giel, ik heb echt onwijs behoefte aan connectie. Wil je alsjeblieft een half uurtje met mij op de bank gaan zitten en even naar me luisteren? Nou, als dat echt mijn authentieke behoefte is, hè, dan voel jij dat. En dan ja. denk jij gelijk van, oké, okay, dat ga ik gelijk doen. Hier is het, Toch? ja. Nou, en een prachtig voorbeeld om dat te illustreren zijn twee uh, uh, professoren uit Israël. Die hebben hier onderzoek naar gedaan waarom mensen in de Tweede Wereldoorlog... ...Joodse onderduikers in huis hebben genomen met gevaar voor eigen leven. Gingen ze dus kijken van, nou, is het ras, afkomst, geloof, whatever. Konden ze helemaal niks vinden. En toen kwamen ze er dus achter dat waarom die mensen dat hebben gedaan... is dat ze dus allemaal een authentiek verzoek hebben gekregen... van ja. Joodse mensen die voor hun ja. huis stonden met een ster. Van, Vanuit de grond van hun hart. Van, hé, hey, wij hebben echt hulp nodig. Ja. En dat heeft die mensen dus aangezet ja. om iets te doen. Oh, wat mooi. Dat voel je echt, hè? Ja, oh. ik krijg een kippenvel oh, ik van. Nog, ik vind ik... het echt, maar ja, zo... Zo... Is zo te gek. Ja. Weet je, en, en waarom ik dat boek heb meegenomen... is omdat, het dus, uh, omdat we dus ondanks alle shit waar we misschien in zitten... dat we dus ook echt goede mensen zijn. Ja, exact. Snap je? Ja. We hebben echt basic goodness ingebouwd, ja. zeg maar. Maar het moet dus wel aangezet worden. Ja en um, dit hele uh, systeem van geweldloze communicatie, dat is dus eigenlijk een manier om. Want jij had het net over van, nou, wat kan je nou doen in conflicten, weet je, mm -hmm. Met je ex of zo. Ja. Yeah. Heeft ook heel vaak met communicatie te maken, omdat we mensen verwijten, ja. en, weet je wel? Dat de schuld gaan blemen. Ja, ja. En hij heeft dus eigenlijk een, een uh, systeem ontworpen met vier hele simpele stappen. Dus je hebt een conflict en dan stap één is je beschrijft het conflict zoals een camera kijkt, dus zonder invloed. Beschrijvend gewoon. Ja, zei dit, uh, jij ja, 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 zei dat. Dat is ja, ja. stap één. En wat dan heel grappig is, hij zegt dan is de volgende stap dat heeft te maken met jakhalzen en giraffen. Dus jakhalzen zijn die dingen die in je oortetteren, weet je wel, die negatieve ja, gedachten okay. en dat soort dingen. En giraffen, dat is eigenlijk je compassie. En dan hebben ze een giraf gekozen omdat dat het landdier is met het grootste hart, dus dat vertegenwoordigt okay, compassie. Ja, ja. Okay. Dat is dan meer je, nou, je, je, begripsvermogen. En de volgende laag, dat is dus je emotionele beleving. Dus wat, wat, zijn, wat is je gevoel daarbij? En dat breng je dus in kaart. Van, nou er werd dit gezegd, ik voelde ik had die gedachten erover en die gedachten, maar ik vond het ook oké, okay, ik snapte het wel, maar ik was ook onwijs verdrietig, weet je wel? En dan breng je dat allemaal bij elkaar. En dan kom je dus eigenlijk bij die authentieke behoefte. Van eigenlijk heb ik gewoon behoefte aan verbinding en begrip. En dat je me hoort. en ja. Weet je wat betekenis, dat soort dingen. En dan als je dat in kaart hebt gebracht, als je die behoefte weet. dan kan je op basis van die behoefte een verzoek formuleren. Op basis van dat authentieke verzoek. En dat zet mensen dus aan om die natural giving te doen. Hmm. En dat, heb, dat hebben wij dus ingebouwd. Ja. Weet je? En dat vond ik zo te gek aan van, oh ja, dit. Weet je wel? Het is gewoon een mechanisme wat hij voor goed beschreven heeft, wat wij allemaal hebben. Ja, het ja, ja, werkt ja, ja. dus voor ja, iedereen. Ja, ja, en ik, ja, ja. ik ben dit gaan doen voor mezelf. Want ik vond het in eerste instantie interessant toen ik die ging bestuderen. van Waarom doe ik eigenlijk zelf dingen? Vanuit welke behoeften? Ja. Maar toen ging ik het dus ook doen in de opvoeding van mijn dochter en bij mijn vrienden. En, dat, en het is zo te gek ja. om dat te ontdekken. Dus. Maar dat toch even, want dat is een soort classic vraag. Maar uh, zeker, nou ja, je hebt een dochter in de puberleeftijd. Ja. Uh, ja. Waar we het over hadden met, met wat ik toch maar even jouw gaven noem, uh, jouw gevoeligheid. Ja, hoe ga je ermee om? Want jij voelt dingen die, uh, ja, waarvan je ook wel waarschijnlijk weet: van ja, ik moet dit niet, uh, maar je kan ook weer niet het niet zeggen. Uh. Nou ja, hoe ga je ja, ermee om? Het is een mix van heel veel dingen met opvoeding. Want ik, ik voel. Jij hebt ook nog eens een keer, dat wil ik erbij zeggen, om helemaal een soort situatie gisteren te hebben. Jouw vriendin is uh, nou ja. ook helderziend, om het ja. maar zo te zeggen. Ja. Ja, dus dat helpt. En het helpt ook niet. Nee, dat is, is het man. Als ik John de Mol was, had ik jullie een Real Life zo opgegeven. Echt hè? <laughs> Maar uh, ja, hoe gaat dat? Nou ja, het, weet je, het is, het, het is een mix van heel veel dingen. Dus je ziet dingen en tegelijkertijd, wat ik heel fijn vind bij mijn eigen dochter, is doordat zij nu in de puberteit zit, dat ik dus een soort time warp krijg naar mijn eigen puberteit. En ik me opeens herinner hoe ik me toen voelde. En dat helpt dus enorm om haar met ja, die ja, te Ja, de spiegel. Ik snap, uh, ja. snap echt hoe je je voelt. Ja, okay. Dus ik laat haar. En tegelijkertijd, omdat ik dingen ook laat zijn en omarm, uh, betekent niet dat ik geen grenzen stel of dat ik niet duidelijk ben of dat ik alles... Maar die grenzen, die komen dan voort uit die helderheid. Dus niet uit dat ik getriggerd word of boos word of wat dan ook, maar meer van: Kijk, ga je even mee zitten? Ik ga het even ze, weet je wel, ze mm -hmm. ding laten doen. En dan voel ik op een gegeven moment van: Oké, okay, dit is wat ik moet doen. En dat doe ik dan. Ja, dat volg ik. Dus Waarbij het soms misschien ook wel zo is dat je even boos moet zijn omdat dat ja. gewoon moet. Ja, natuurlijk. Ja, en zij ja. wordt ook boos op mij. En ja. dan is het voor mij weer een uitnodiging van: wat, wat doet het met me? Ja, dus dat is een soort, wijze dynamiek. Ja, uiteindelijk is het misschien helemaal niet zo heel veel anders. Dan, nee. Uh, nee. nee, volgens mij doet iedereen het all the time, alleen ik doe het heel bewust. Ja. En soms kom je dan gewoon tot andere acties of inzichten, of weet je wel, conclusies. Ja. Wat je moet doen, maar soms weet ik het ook niet. Weet je. Dan denk ik ook van nou, waardeloos slechte vader. Ja. Doe maar wat. Nee, Oké. Okay. En niks menselijks is jouw vreemd, Nee, dus geluk, wij, nee. nee, nee dat is fijn. Ik ben is gewoon gluk, aan het leven, dat ja. vind ik het leuke ervan. Ja. Ja, ja, ja. Wat in, in, in jouw normale leven, dat is een standaard, dat is eigenlijk een, een, een ritueel binnen een ritueel. Is de vraag, wat is jouw ochtendritueel? Heb je dat? Gaat er een wekker? En zo ja, wat gebeurt er? Uh, ja, sinds kort gaat er weer een wekker. Omdat ik heb echt een paar maanden echt zo raar geslapen. Dat ik echt. Nou ja, okay. Echt heel vaag. Heel uh, ongebruikelijk. Omdat normaal gesproken zie ik een kussen en dan tot de wekker gaat, was het. Maar het laatste half jaar was dat echt een drama. Oké. Okay. Wat misschien toch wel te maken heeft ja, ja, met. En, uh, heel verschillende dingen, ja. Dat heb oh, ik okay. wel zo gevoeld. Ja, ja echt, er gebeurde van alles s'nachts. Um, maar nu is dat weer normaal. En dan uh, als ik wakker word, dan uh, is het eerste eigenlijk wat ik doe, dat, heeft, uh, dat is iets um, dat heet de Six Rides. Van, uh, dat is een man die heet Dian Vimal. Hey? En dat is, een, um, ja, dat is eigenlijk een soort uitleiding van mezelf. Dus dat, dat is eigenlijk een soort innerlijk proces waarbij dat, dat verloopt. Nou, dat kan je wel vertellen. hoor. Ja, heel graag. Ik, ja, ik ben er super geïnteresseerd. Dus de, de eerste stap is, is dat ik gewoon me realiseer van oké, okay, ik ben een schepper van mijn eigen werkelijkheid. Daar begint het eigenlijk. De tweede stap is dat ik me realiseer van: oké, okay, ik kan gewoon zijn met wat er is. Nou, dat is waar we deze podcast mm -hmm. hebben gehad. De derde stap is van waar zeg ik echt ja en nee tegen. Dus wat zijn mijn clear yes en no's? Eigenlijk je values, je morele waarden. zeg maar. En gaat het dan specifiek op die dag? Of zijn dat wat. wat... Dat kan, ja, maar het kan maar dan ook wat groter heel zijn. Algemeen, ja, precies. Ja, ja. Maar echt van waar sta ik voor? Wat ja. is voor mij? Wat wil ik echt? Ja, ja. Niet. Echt een beetje grounden. Ja, ja, dat is echt super fijn. En dat, ja. is, dat geeft een power. Dan de vierde stap is um, dat je echt, uh, ja, dat heet going beyond the laziness of the body and the mind. Dus de, de, de mind en, de, en het lichaam zijn echt een beetje zo van, nou, nee, ik wil nog even lekker blijven liggen. Ik ja, heb ja. geen zin om dit te doen. Nee, ik ga dit gewoon doen, weet je wel? En dat geeft een soort energie en richting en focus. En de, la, uh, de vijfde stap is: van, nou, ik ben echt gewoon in mijn leven aan het doen wat ik moet doen. Hè? Dus ik ben echt wie ik moet zijn hier. Dus mijn purpose aan het leven. En de laatste stap is uh, eigenlijk een bevestiging dat mijn leven niet alleen voor mij, weet je, mooi is, maar ook voor alles om me heen wat leeft. Dat, dat is mijn ochtendritueel. Dus dat zijn eigenlijk en en, en even uh, om dit, deze zes stappen die loop je door terwijl je ergens zit of uh... in bed. Ja, precies. Dat is gewoon focus eigenlijk, ja. meditatie, maar dan gewoon bewuste ja. ja. affirmaties ik Ja, ja, ja. hard op zeg maar. Nee, maar. Ja. mijn. Ja, je loopt het even langs. Ja, ja intentie of zo. En dat. En dat zorgt ervoor dat je, voor mij althans, dat je jezelf echt holding yourself rightly. Zo voelt dat echt, dat je echt gewoon, nou dit hier ben ik, dit ben ik, weet je, mm -hmm. dus het een soort uitleiding ja. en, en grounding en daadkracht. En daarin gebeurt ook heel veel. Dus dat is ook een, een soort hele mooie katalysator voor gewoon dat dingen gebeuren die de bedoeling zijn. Ja. Dus ja en dat is de dat tot zover je ochtendritueel. Ja, nee, ik ja, vind dat, het heel nee, intens. Dan begint eigenlijk het belangrijkste. Oh. en Dat is gewoon een hele dikke vet koffie maken. Oké. Okay. Ja, ja. Dat is eigenlijk veel belangrijker. Ja. Ja. Maar dat vind ik wel grappig, omdat ik daar zelf een beetje mee worstel met dat soort dingen. Ik drink dan thee. Maar ergens. Al, kijk, Ik zei al eerder, ik ben gewoon heel erg aan het voelen om meer in verbinding te staan met mezelf. Ja. En heel erg in de gedachte dat je niks aan jezelf hoeft toe te voegen om meer jezelf te zijn, begin ik dus bij bij dat soort dingen altijd twijfelen, omdat ik gewoon ja. denk, ja, ik ben niet, ik bedoel, waarom ga ik mezelf een boost geven en haal ik dat niet uit mezelf? Dan bedoel ik bedoel jij? Ja, 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 over koffietjes bedoel je? Ja, ja, ja oké, okay, maar ik drink gewoon koffie omdat ik het zo onwijs lekker vind. Dus ja, maar gewoon ook, niet. ook omdat je, het nee, ja, geeft niet. je die boost natuurlijk. Nee, echt niet. Als ik geen koffie drink, dan heb ik net Dat is het ook niet. goed. Oké, oh, nee, oh, oké. Okay. 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 Nee maar okay. dat is gewoon daar word ik zo blij van. Ja, ja. En daarom doe ik het. Ja. ja. En daardoor weet ik ook dat het gewoon totaal geen negatief effect op mij heeft. Nee ik kan echt om elf uur s'avonds een koffie drinken ja maar het heeft effect hoe dan ook of je bedoel het, je, je neemt de stof tot je die uh... tuurlijk maar als je dus niet in verzet bent heeft nee. het lichaam ook weer gewoon de natuurlijke capaciteit ja je moet alles heeft met verhoudingen te maken ja dus nee uh, dat, nee je begrijp ik nee, okay. maar ik weet zeker dat ik daar geen last van heb nee en ik geniet er zo hard van dat volgens nee, me, nee dat, echt op ik zie de twinkelingen in je ogen alles, ja, denk, ja. Ja, dat is duidelijk ja. en uh, uh, ben jij nog iemand die ja, bezig is bewust met ademhalen mediteren ik mediteer nooit nee nee omdat mijn hele leven is in meditatie oké okay. kijk voor mij is meditatie omdat jij gewoon altijd hier en nu bent nou bezig bent ja ik bedoel als ik als ik als ik word getriggerd ben ik niet in het hier en nu maar nee. mijn hele life practice is eigenlijk, eigenlijk meditatie kijk voor mij is meditatie gewoon als je gaat zitten dat je je binnenwereld waarneemt en die laat zijn ja maar dat doe ik al dat is ja, net over nee, maar dat... ik doe dat dan gewoon met mijn ogen open overal ja. waar ik ben Ja. Dus ik mediteer nooit, omdat juist als ik thuis kom en ik heb dit een hele dag gedaan, want het is natuurlijk ook mijn werk, ja. dan ga ik gewoon iets heel aards doen. Ja. Dan ga ik gewoon lekker crossfitten of Netflixen. Ja. Of weet ik veel ja, wat. Ja, ja, ja. Maar ik doe wel yoga, zeker. Dat vind ik te gek. En ik, uh, ja, ik, doe allerlei, ik probeer allerlei dingen uit. Dus ik ben zeker echt fan van ademhaling. Dat vind ik echt onwijs te gek. Ja. Ik ben ook echt fan van familieopstellingen. Nou ja, goed. Ik heb, weet je wel, ik heb het net over plantmedicijnen, ceremonies ja. verteld. Maar dat zijn ook allemaal fases. Maar, maar dat. Dat leven, zeg maar, vanuit bewustzijn en compassie, dat is echt mijn basishouding in het leven. En um, ja, dat, moet, dat zal nooit de streven zijn. Uh, maar ergens als ik ja, als ik een definitie zou moeten geven van verlicht zijn, hè, wat dan toch blijkbaar nou, voor sommigen een soort doel is en oh, een soort streven. Ja, ja, ja. Nou, dan denk ik uh, dat. Wat jij net schetst, dat dat uh, nou ja, op zijn minst aardig in de buurt komt. Hoe ervaar je dat zelf? Nou ja, ja, voor mij, ja ik, ik zou nooit van mezelf zeggen dat ik verlicht ben. Nee. Ik bedoel, wat ik weet van verlichting en de ervaringen die ik zelf heb gehad. En, en nou ja, goed, het is een beetje een non-event, vind ik. Ja, nee, dat begrijp ik. Ja, weet je, dat wordt helemaal alsof je de spirituele loterij wint. Ja. Maar en opeens ben je dan een super bijzonder persoon. Ja. Maar ja, je ziet gewoon de dingen zoals ze werkelijk zijn. Dus yeah. het is eigenlijk, weet je, je hebt zo'n wijs mooie... Uh, eigenlijk is het heel normaal. Nou ja, het is een, je hebt zo'n mooie zen... Uh, ik weet niet hoe ze zo'n quote daarover. Yeah. Het is a, Before enlightenment, chop wood, carry water. After enlightenment, chop wood, carry water. Ja, yeah. dus nee, En dat is het ook. Yeah. Weet je, het is nog steeds, je moet nog steeds je kont afvegen. Als je, nou, weet je, ja, ja, ja. Dat is niet opeens een spirituele blisservaring nee. <laughs> je Nee. Dus het, het is... Um, Nee, maar ik denk wel, ik denk gewoon, als ik eerlijk ben, dat het gewoon heel moeilijk is voor jou om uh, dat te beseffen. Maar ik denk dat er niet heel veel mensen zo zijn, en dan bedoel ik echt zo zijn, als. Uh... Ik weet het niet. Ja, ik vind het altijd heel moeilijk om mezelf met iemand ja, ja. te vergelijken. Weet je? Ik denk, ja, ja. Ik snap het. Er zijn zoveel wijze mensen, zoveel. Weet je, ik ontmoet soms ook mensen waar ik dan tegen, waar wij het nu over, tegen vertel van hoe ik dan leef. Ja, ja. ja. Ik bedoel, die kijken me dan een beetje mee waar ik aan Zo, van nou, zo so wat, weet je wel. En dat zijn dan dus mensen die dat gewoon van nature al hun hele leven doen. Ja. Die gewoon letterlijk zo zijn geboren. Ja, zo. Ja, ja, ja. Die dan echt denken: nou, ja. nee, dat begrijp ik. En dat steeds meer, hè? Ja. Al jonge, jonge mensen ja, ook. Die gewoon ja. uh, steeds meer dat hebben al ingebakken. Zo van: nou ja, dit is gewoon toch normaal. Weet je, waar ja. wij dan, ik misschien dan, weet je, ik ben 53 een heel leven lang op het moeten uh, oefenen. Ja, 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 nee, weet tuurlijk. Je, dat maar dat is meer... toch een mooie. Dat is prachtig. Want dat is precies, hè, als we echt naar die tijd gaan waar we het over gehad hebben. Ja. Dat is wel ja, wat ik al wel. Eerder zei van ja is het is uh, uiteindelijk kunnen we het allemaal Zit dus het, we we zijn, het we zijn we zijn, allemaal. Ja, we ja, zijn dat, ja, ja we zijn het ja precies we zijn het echt ah, weet ah, je ah. hoeft het alleen maar te herinneren maar ik denk dat je bepaalde fases ook niet over kan slaan en weet je wat, wat ik zelf vaak zie in, in de spirituele wereld is dat gewoon dat rennen naar het licht is natuurlijk heel verleidelijk ja omdat maar dat uh, wordt weer een doel op zich dan ja, en het is dus een, een mooie belofte ja, en daar oe, nou alles is te gek en zo ja. Uh, maar al die shit die je nog zeg maar, aan moet kijken, daar heeft niemand zin in. Nee. En ja, dat is eigenlijk mijn pad geweest: om zeg maar, daar helemaal in te gaan. Te beginnen bijna, ja. ja eigenlijk te beginnen. Ja. Weet je? En door dat helemaal in te gaan en al die dark shit echt een plek te geven, ja. word je toch een, een rijker mens. En uh, een, 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 ben ik ben gewoon benieuwd: heb je nog ervaring met Tantra? Uh, nou ja. Maar niet als een enorme studie of zo, maar dat is wel. Uh, hoe nee, mijn... want als we het hebben over, over zijn en in verbinding staan, wat eigenlijk. Ja. Nou ja. Dat is misschien wel wat tantra gewoon is. Ja, zoveel Dat is het voor mij wel. Ja. Ja, maar als ik dan, doe jij hoeft je je je, je slaapkamergeheim niet te geven, maar ik ben wel benieuwd, omdat jij, uh, ja, kijk, daarom begin ik er altijd over, en dan kunnen mensen denken, oh die giel weer met zijn seks. Nou, dat heeft weinig met seks te maken, maar wel met. De, de, de term verkramping is eerlijk, eerder gevallen. Ja, nee, en dat is natuurlijk zoals veel mensen, en ik ben lerende om dat los te laten, maar dat is bijna wat seks is. Is, is heel erg verkrampend. Is echt. Ja, is ja, ja, inspanning. Ja, en als ik dan ja. denk aan, aan jou, met je, met je nou ja, helderziende vriendin, zeg ik maar even flauw. Ja. ja, dan kan ik me voorstellen dat daar. Wow, iets heel. Ja, dat, dat lijkt me gewoon zo mooi. Nee, maar dat is het ook. Het gaat echt over verbinding. En ja. en ja, weet je wel, we zijn al een tijdje bij elkaar. En in deze fase gaat het heel erg over. Ik bedoel, in het begin ook gewoon een hele heftige geile seks. Ja, ja, oké. Okay. Ja, dat is de energie van. Wow, ja, ja. Maar gaandeweg is dat eigenlijk steeds meer verschoven naar uh, ver, ja, vertragen en verzachten en langzaam aan. En gewoon. Love, we hebben gewoon, weet je wel, in onze agenda staan dinsdagavond long-lasting lovemaking sessies. Ja, 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 en dat ja, ja. is gewoon een hele avond waarin je gewoon uren de tijd hebt om, om met elkaar te chillen, te eten, te slapen, te vrijen, te drinken. Whatever, weet ja. je wel. Maar gewoon omdat je zoveel tijd hebt en niks hoeft en er zit geen, juist geen verkramping op, nee, en druk. Nee. Dat is dus zo interessant, vind ik aan Tantra en aan die vorm van seksualiteit. Is dat je dus eigenlijk ruimte geeft aan een soort andere energie om tot leven te komen. In plaats ja. van dat jij helemaal vanuit die. Woehoe. Maar heb je dat heel erg moeten leren? Want kijk, nogmaals, het ja. sensitieve dat was aangeboren. En dat heb je op je 25ste heb je, hè, de brug naar beneden gedaan. Ja. Uh, maar dit is iets. Ja, nee, dit, ja. Dat is ja. wel, dat, dat, dat moet je trainen. Ja, zeker. Dat is ook echt een, echt een bewuste practice, weet je En daarom hebben we het dus ook gewoon in de agenda gezet. Dit is echt een beoefening die je Mooi, dan samen man. doet. Ja, dat is echt gek om te doen. En soms moet je ook een oude impuls of prikkel overstijgen. Maar ja, we zijn daar ook weer weg fundamentalisten in. Nee. Want als je geen zin hebt om... Uh, wat er gebeurt, gebeurt. Kou, ja, precies, Dan doe ja, je dat, ja. weet je wel. Maar het is ook heel mooi om die andere kant te ontdekken. En dat gaat dus eigenlijk inderdaad veel minder over seks... dan over verbinding, over connectie, ja. over consent... over, over uh, aangeven wat je wel en niet wil nou. Oh, know. uh, ja. is, is er nog iets wat jij, dat weet ik helemaal niet, misschien wil je nog even, ja, je nog even iets zeggen wat je binnenkort gaat doen? Misschien is het alweer achterhaald als mensen dit horen, maar jij, nou ja, jij, jij, dat is gewoon je werk. Ik vind het fantastisch wat je doet. Ja, ja uh, ik, ook. ik ben uh, super blij mee. Dus je bent ja, gewoon. Leven en werk is één. Ja. ja. Eén ding, ja. Um, nou, eigenlijk, de, de events zijn natuurlijk een beetje, staan natuurlijk een beetje stil. Ja. Maar normaal gesproken ga ik met Tijn, waar we het net over ja. hadden, doen we een paar keer per jaar stilte retten ja. dus in de Mandali. Ja, ja, dat is ja ik zou het echt een keer mee willen maken. Ja, zo gaan Maar op. ik vind uh, stilte, jongen, och, mijn maag uh, draait ja, erom. Dus ik, dus ik weet dat het goed is. Ja. Dus ik ga dat ook echt doen. Ja, het is echt gek. Dat is ja. echt bijzonder van de stilte, dat mensen gewoon. Ja, veel mensen hebben dat. Weet je. Ja. Ja. Nee, maar ja, dat is, dat, ik bedoel, ik snap het heel erg, omdat dan, dan spreekt alleen de energie. Ja, je kan, je kan nergens heen. En wij doen dan ook echt, weet je, je kan niet lezen, geen muziek luisteren, nee, geen, geen, afleiding, nee, nee. geen afleiding. Je bent echt naar voren. Nee, ik weet het. Wij doen dan niet de hardcore Vipassana. Nee, dat vernaam. zou ik dus ook willen doen. Een beetje de, ja. Nou ja, de luxe variant. Ja. Uh, maar wel helemaal stil. Ja. En dan zie je dus gewoon wat er met mensen gebeurt. Is dat er een soort weerstand is. Maar dan op een gegeven moment hebben mensen zoiets van: Jezus, wat is dit lekker? Ja, ja. Maar er gebeuren ook intense dingen. Nee, het is super. Ik heb gewoon uh, dit weekend een beetje mogen ruiken aan een Quest. Nou ja. Nou ja. Hij werd uiteindelijk eerder afgebroken omdat het te koud was. Ik werd daar best wel boos over. Uh, intern hoor, want ik uit me woede nooit. Maar alleen al het feit dat ik dat wel voelde. En uh, precies wat jij, wat natuurlijk jouw uh, ding is, laat het er zijn. En ik, of, of neem het eerst waar. Ik dacht, oh jezus, word ik hier nu echt boos over. Omdat ik wel zoiets voelde. Oké, okay, nou stap ik in de auto, ga ik naar huis ook, hoezo. Eh, hoezo Texel was dat. Heel Texel, ja, ja, ja. ja, ja. ja uh, maar het, wat ik tijdens die quest, want ik heb er echt wel een paar uur gezeten uh, en, en echt niet alleen met de kou bezig geweest, want dat liet ik op een gegeven moment gewoon voor wat het was. Maar voelde ik wel dat ik, ja, hoe kan ik het zeggen? Dat ik een soort muur aan het bouwen was voor mezelf. Dat ik dacht: wat ben ik nou aan het doen? Wat, wat, hoezo? Uh, ja, ik heb aan niemand iets te verantwoorden. Ik ben hier namelijk alleen met mezelf. En, ja. en ja. Nou, ik zou graag nog dat toch daarmee dieper willen gaan en dus langer tijd. Omdat ik wel voelde van: oké, okay, dit gaat ergens ja, tot ja, iets ja, leiden. Ja, ja. Vandaar ook dat ik ja. uh, dacht: hé, hey, waarom wordt dit nu onderbroken? Maar nogmaals, later realiseer ik me: hé, hey, dit is aan zich ook een les. Ja, precies. En, en daarmee omgaan. Ja, ja, precies. Ja. Ja, dat zie je echt in zo'n stilte het gebeuren. Want hoe wij het dan in hebben gericht dat je het is echt stilte, yoga, detox, dus ja. medicinale ja, 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 ja. voeding. Ik doe daar heel veel energiewerk. Dus, dus ja, een ja, ja, ja. soort container om gewoon ja. mensen allemaal tools ja. te geven om om te gaan met nou, zoiets als wat jij dan beschrijft, ja. wat je tegenkomt. Ja. Ja, maar ja, er komen ook mensen die het meest vreselijke trauma's hebben. Ja, natuurlijk. Ja, je, ja. En, en zijn ook mensen die gewoon helemaal zoiets van. Oh, lekker. Weet je. Ja. Nou, maar dan is het nog wel natuurlijk zaak. Dat vind ik soms wel eens van Het is het nog steeds fijn hoor. Alleen daarna moet je het nog wel integreren in je normale leven. Ja. Want, ja. eh, want in, in, in die bubbel is het heel goed om dingen te zien. Ja, en met name ja, ja. dingen te voelen, ja, natuurlijk. Zeker. Maar op een gegeven moment is het ook weer maandagochtend. Nou ja, uh, wij, wij doen daar ook echt iets mee. Want we hebben, weet je, elke dag in zo'n retret hebben we een, een soort inspiratieklasse. Dus gewoon een uur de tijd. Ja, ja, gewoon, ja. Weet je wat tools geven. En ja. de laatste dag gaat dan altijd over van oké, je gaat naar huis. En je belt aan. En je kinderen die staan, doen de deur. En hoe was het? Ja. <laughs> weet je wel dat. Exact. Ja, ja, ja De hele ja. wereld is van binnen totaal. tafel. Het is een beetje Lord of the Rings. Weet ja. wel. Ze Dus ik ja. terug in de Shire. en... Uh, dat verhaal zeg maar. En uh, ja, we moeten naar hockey en hop, uh, opschieten, man. En we moeten boodschappen doen. Ja, je hebt echt zoiets van, oké. Okay. Dus dat, ja. Maar je ziet toch dat mensen, nou, soms vinden mensen dat lastig. Maar veel mensen hebben ook wel een manier gevonden om dan bijvoorbeeld een stiltedag of een stilteuur. Ja, ja, ja. Om ja, er ja, gewoon meer tijd te nemen. Om jezelf ja. daar weer even mee te verbinden. Ja. Ah, ja. En er zijn heel veel mensen die dat gedaan hebben, die gewoon elk jaar komen. Die hebben echt zoiets van, nou, dit, weet je, dit las ik gewoon in. Ja. In mijn leven, Eén keer per jaar ga ik gewoon een stilte betrekken ergens ter wereld doen. Ja, super mooi Ja, dat is te gek man. Eén um, naam is niet gevallen, maar ik ben zijn naam ook even kwijt. Ik dacht dat je hem wel bij die boeken zou noemen, want jij hebt wel een soort. Um, ja, Inspirator, hoe zeg je dat? Uh, de, de, iemand die jou wel een beetje geholpen heeft op dit ah, pad. Ah, Eric, bedoel ik. Ja, Eric uh, Dorset. Uh, yeah. Ja. Uh, heeft hij geen boeken geschreven? wel, ja, ja. Oh. Een boek of zo. Oh, nou, dat zal hij leuk vinden. Uh, <laughs> ja. <laughs> ik heb echt totaal niet over nagedacht. Nee, ja, dat maakt niet ja, uit. Ik stond echt voor mijn boeken, als ik, het wat ik ja, had het ja, had, ja. daar gaan we het misschien hebben. Uh, ja nee van hem heb ik echt het energiewerk zeg maar ja. gedeelte geleerd ja dus uh, ja dat is een hele uh, bijzondere man absoluut ja. nou ja dat zijn naam nog even genoemd is nee ik, uh... absoluut en terecht ja ja, ja een hele bijzondere man ook omdat hij uh, eigenlijk wat ik dus van hem geleerd heb dat had hij van nature uh, en hij, zijn leven is dus eigenlijk zo geweest dat hij omgekeerd heeft ontdekt wat er met hem aan de hand was dus hij merkte op een gegeven moment van als hij ergens binnenkwam dat mensen daarna zeiden van goh is je hier geweest mijn voelt mij zo lekker ja ja ja, 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 mij, hij ja, ja. naast het is weg had nou, echt iets uh, maar ik heb niks gedaan. Maar op een gegeven moment ging dat opvallen. En toen ja. is hij dus gaan kijken van, hé, maar wat is het dan wat dat doet? En hij is uh, als kind eigenlijk geboren met best wel een hoog bewustzijn van allerlei boeddhistische leren. Dus zijn ouders waren geen boeddhisten. Dus dat zat ergens. Geen idee waarom. Vorige levens had hij gewoon meegenomen. Ja. Dus hij had al een connectie met dat hele concept van bewustzijn, compassie. Dus dat was eigenlijk zijn, ja, zo'n ingebouwde technologie. Wauw. Uh, tot hij er dus achter kwam van: Oh, oké, okay, dit is het, dus wat dat doet. En dat heeft hij dus tot een systeem gemaakt dat heet Clearing. En dat heb ik uiteindelijk van hem geleerd. Ja, precies. Ja. Erik Dorset. Ja. Nou ja, ik vond het super fijn dat je hier was. Al is het alleen al, uh, ik ben benieuwd hoe mijn huis uh, voor de rest van mijn leven gaat voelen. <laughs> oh, hier. Misschien ga je morgen wel verhuizen. Nou, ik heb wel serieus dat staat hier los van. Maar dat, dat is al wat ik wel al uh, voornemens was. Maar ineens begrijp ik ook waarom. Dat ik veel meer voel, ik wil gewoon in de natuur zitten. Ja, man. Is, Omdat ik gewoon denk leuk. van ja, uh, laat de natuur zijn werk doen en, en mij helpen in mijn uh, in, in, ervaring. Ja. Ja, ik, weet je, ik, heb, ik woon nu in Noordwijk tien jaar, en daarvoor woon ik in Amsterdam. Nou, dat was echt een shift. Weet ja, begrijp ik. In, ja. in De vibe, want in Amsterdam merkte ik dat ik steeds meer moest doen om een rustige plek voor mezelf ja. te creëren. Weet je, je komt vanaf de ring en dan voel je dat al. Toen ik in Noordwijk ging, had ik precies het omgekeerde. Dan ik van de snelweg en naar de zee. Dus ik ging ja, in de auto. Ja. Oh, lekker man, jij ja. de lijf ontspannen. Laatste vraag: uh, hoe kijk je aan tegen de dood? Ik ben echt super nieuwsgierig. Ja. ja. Ja, ik ben zeker niet bang voor de dood, want ik heb ook in een aantal ervaringen echt wel de dood ervaren al. Zeg maar. En hoe moet ik dat zien dan? Ja, nou, Je had het net over San Pedro. Dus ja. in, tijdens een San Pedro-ervaring heb ik uh, dat oh, meegemaakt. Ja, dat is okay. een mooi verhaal om te vertellen. Ik weet niet van de gasten. Ja, zeker. Hè? Uh, dit was, uh, nou, ik denk 25 jaar geleden toen. Uh, dat was in die tijd van de Conscious Dreams. Ja. Toen ging ik s ochtends, was op een vrijdagochtend? Was dat? Uh, stond ik op, ging ik koffietje maken met zo'n percolatertje op het gasvernaas. Nou, koffietje gedronken, dus ik ging naar mijn werk toe. En op een gegeven moment kwam ik thuis en ik stond in de keuken met een doosje lucifers in mijn handen. En op dat moment komt mijn vriendin binnen en die zegt: Wat doe je, wat doe je? Dus ik dacht, wat is er aan de hand? Ruik je dat dan niet? Ik raak helemaal niks. Het hele huis was echt vol met gas. Ik had dus ochtends een koffietje gemaakt. En ik was weggegaan. Jezus. Ik had het gas uit had nee. aan laten staan. Dus nee, in een paar uur tijd was het hele, gas op, hele huis op ja. huis. Ja, ja. uh, en ik stond dus echt letterlijk met Lucie Vermand op een vaccinlichtje ja. te steken. Nou, als ze, heel bizar. Ze had dat gewoon. gewoon opgepikt ergens. Ja. Ik moet nu naar huis. Ik weet niet waarom. Dus ik stormde echt binnen. Nou, okay, dus dat was echt oké, okay, niet doen. Nou, de dag daarna ging ik met een vriend uit Denemarken gingen wij een hele grote dosis San Pedro doen. En wij namen toen in die tijd echt big doses. We gingen dan opzoeken, oké, okay, wat is de dosering? Weet ik veel, 4 gram. Oké, okay, wij gaan 20 doen. <laughs> okay. zo. Oké. Kijken wat er gebeurt. Ja. Nou, dus in die trip op die dag daarna kwam er dus weer diezelfde situatie voorbij dat ik dus zeg maar met Ilusiver in mijn hand als een soort herinnering Ja, ja, ja Maar ja. deze keer tss, dat deed ging dus okay. het hele huis inclusief <laughs> mezelf opblies Ja. Dus dat was in die trip, stierf ik. Maar in een split second wist, was ik er ook gewoon nog gewoon. Dus dat was echt een hele bewuste ervaring van het sterven van het fysieke lichaam. Maar tegelijkertijd ook de realisatie van: oké, okay, in bewustzijn, nobody ever dies. Toch? Nee, dus, maar dat, zou, dat is dus heel erg wat je gelooft. Ja, ja. Ik, en, uh, en sindsdien ben ik dus gewoon nergens meer. Ooit bang voor geweest. Nee. Echt, omdat gewoon dat was, dat wist ik al conceptueel van, nou oh ja, na, na het leven, hè, de fysieke dood gaat het ja. gewoon door. Maar dit was gewoon klunk, 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 dat dit die plan mij gewoon zien van, oké, okay, het gevoel van sterven en tegelijkertijd van, oh je, je bent er gewoon nog. It's just the body that dies, weet je. Ja, dat, ja, ik weet niet, dat heeft mijn leven gewoon enorm veranderd. Ja, begrijp dat, ik. Oké, okay, weet je, dit, dit is gewoon tijdelijk. Ja dus ja ik ben, ik ben super nieuwsgierig en ik heb ook veel gelezen van uh, hem een paar keer ontmoet ook van Pim van Lommel die heeft geschreven over bijna doodervaring Zijn okay, yeah. dus hij is cardioloog hij heeft zijn hele leven onderzoek gedaan naar bijna dood het allemaal mensen die dat hebben meegemaakt en een ja 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 soortgelijke ervaringen dus. ervaring allemaal dezelfde ja. ervaring ja. en dus nou ja weet je wel. het ligt aan het eind van de tunnel ja. de mensen die je kent die op je wachten nou alles is één ja. uh, maar die mensen komen dus terug en die, die Gaan dus eigenlijk de omgekeerde reizen. Die komen uit het lichaam met al die, die squeeze, en ze in één keer. Woehoe in ja, ja. Eén groot feest. En dan word je weer teruggeperst in zo'n lijf. En die mensen hebben daar echt moeite mee. Ook hilarische verhalen, er staat in het boek: ook een verhaal van een oude baas die uh, in het ziekenhuis komt, die, uh, die heeft een hartstilstand gehad en die wordt gereanimeerd en doen ze kunstgebit uit. Het wordt ergens, weet je, wat nigge ja. En op een gegeven moment, nou, die man wordt weer opgestart en die ligt op de, op de uitrustkamer. Nou, meneer Jansen komt bij van ja, oké, okay, nou het is allemaal goed gegaan. Dit is er gebeurd, maar ja, één probleem weten niet meer waar uw gebit is en die was: ja dat ligt daar in dat kastje dus die had tijdens die reanimatie was hij gewoon out of body ja. in die operatiekamer had gewoon gezien waar die mensen zijn gebit hadden neergelegd zei <laughs> goed dan lachen natuurlijk uit ja, super bijzonder dus ik ben ik ben echt ja, ik, ik, wil niet, ik heb geen death wish maar ik nee. ben wel heel nieuwsgierig naar hoe dat dan is hoe dat is weet je en wat er dan gebeurt maar, ja nou, ik, ik, zou heb, zeggen. ik heb de dood van een goede vriend nabij meegemaakt oké okay. en dat was, uh, dat was ook heel mooi ja, dus echt... Uh, nou ja, weet je, dan zie je ook echt van... Oh ja, dit is ook een hele mooie gebeurtenis. Ja. eigenlijk niks om bang voor te zijn. Nee. nee, ik wilde zeggen, nou kom nog eens langs. Maar doe dat vooral bij leven voorlopig, zou ik zeggen. Ja, uh, ja. <laughs> ja, 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 ja. Uh, uh, .com, uh, .com. .com, international, heel goed. Voor meer informatie, super tof, Juno. You know, en ik hoop echt serieus dat we elkaar nog vaak gaan treffen in het leven. Want uh, ja... Ik, ik ook, uh, superleuk. Dankjewel ja. voor de uitnodiging. Thanks. Uh, en jij bedankt natuurlijk voor het luisteren, want als je zover bent gekomen, dan vond je het blijkbaar ook interessant. Doe daar iets mee, uh, geef een duimpje, uh, deel deze link. Uh, het ligt me net aan wat je doet als je YouTube kijkt. Doe even een reactie, altijd leuk. En uh, wat we een beetje missen, ja, ik zou het ook niet doen. Ik heb het zelf eigenlijk nog. Ja, ik heb het één keer nu gedaan, omdat ik nu weet hoe belangrijk het is. Een recensie op iTunes. Het is een soort ding, maar uh, dat is belangrijk. Dus geef het sterren en uh, doe vooral een recensie. Uh, en meer informatie vind je natuurlijk op de website. Dat is www. Kukuru. Kukuru. kukuru, Zo zei het. K -u -k -u dus kukuru.nl Nogmaals dank. Uh, graag tot de volgende, want er zijn nog veel meer afleveringen. En een fijne dag. Hoi. Hoi.